Con... Excellent talent. Talent. Attends. Ja. Pardon. Godverdomme, hij kon dat niet in die penalties. Lange, ik heb al gezegd hoe je dat moet doen. Maar tegen hem, hè. Ja, nee, maar je moet schieten op het moment zelf. Juist als hij er naartoe loopt en tot het moment dat je eigenlijk hem gaat raken, maar ja, je moet dat voor een voetballer zijn. Nee, ja, hier. Nee, bedoeld voor te keepen. Nico, oh, keepen, ja, nee. Keepen sowieso niet, dat kijk ik ook niet, dat is ik weet niet moeilijk. Hoeveel is dat, schat? Ik snap het ook niet. Ja, maar je moet dus wel je hand eigen. Dat doet me lekker bezig. Ja, voor een voetballer is dat ietsjes te moeilijk. De film van Ome Willem. Zeker weet. Het is nu 0-1. Maar lang waarom? Dat heb je ervoor gezorgd dat je penalty had. Ja, inderdaad. Dat kan ik niet op antwoord. Volgende vraag. Wat dat? Allee, dat is dus een goede kaart voor deze antwoord. Doe ik dat noemt. Piet van 20. John Carter. Och. Joao Felix. Oh, en die in die zwarte zijn bakkels geschoten. Waar? Dat is niet erg, ze zijn dat toch nog gewend van Congo. Ja. Dus nu zijn we toch op los. Dat zal niet. Maar nee, de stream loopt, hè. Het is maar dat je het weet. Ik zit nog als een in de transfer. Loopt er af, lang. Zit hier nog in de transfer? Mm-mm. Pijn dat ik er zo zit. Dat is tot augustus, hè? Het was zo deadline toestand. Ah ja, de aftalen. Ja, dat is toch nog de deadline van. Ik heb toch gezegd tegen u dat je nog moet wassen. Wassen? Ben nog wassen, hè? Je moest er nog wachten. Je moest er nog een verdette kopen. Toen lustte je niet. Maar hoeveel miljoen had je? 15 miljoen. Ah, dat kost je hem kopen, mooi, je zit toch zutten rond. Misschien kan ik het wat zin niet hebben slaan, wacht op een spel eigenlijk niet. Ja, en spreek de eerste keer met mijn ton, wat is dat hier eigenlijk? Kerel, en anders en dat ik deur stuur dan nu. Kerel, en anders kop je met de kerst, dan is dat alles niet een die dat korting, hè. Maar ik weet niet hoe grappig, hè. En met al die spelers van hen dan zo, Jarem, Jarem, ik zei Jarem. Jongen, ik doe een poring weer, moet dan niet meer lachen. Moe. En Tom? Oei. Ja, voor het zesde, dat was het ooit Johnny. En hij had toch gezegd van ja, gewoon omdat hij erop trok. Hier, Kijana Ouver. Hopla. Uitgeleend. Cox met COCK is verkocht. Dat is ook goed. Poppers met 7 CK's. Nee. Wat hier aan mijn tante namen zeg voor dat te schrijven. Oeh, Joan Felix kan level uppen. Kan ik kijken, nee, Nico? Ja. Oh, rustig. Nee, hij zegt gewoon het naam van de speler. Ja. Hè. Ah, speciaal naam. Er zijn nog 10 uur, Nico. Ja, nu ga je lusten. Ik lust een altijd nu. Ja. Nou, kijken hoeveel geld hij heeft en hoeveel transfer en zo. Je weet wel wat ik wil zeggen. Oh, maar drie lunchen. Ik ga er eerst toe. Fiancen. Oh, drie lunchen dat nog zo te doen. Oké. Okay. En ik heb 15,7 miljoen. Ja, en hoeveel. Maand, budget, allee, hoeveel weken dingen. Dat is de ene kant, die 15 miljoen, en de andere kant, wat staat er daarop? 129. Ah, dat is dus. Perfect. Dat is perfect. Nu ga je naar speler zoeken. Heb je het gevonden? Dus al 15 miljoen, best. Oh, het is heel raar, in. Nee, het is heel raar. Zo direct weer. Jo. Speler zoeken, waar kan je niet. Rodrigo. R-O-D-R-O
G-Y. Maar ze moet je allemaal kunnen zien. En dan even kijken wat er bestaat. Deze SP-spits. Links buiten, rechts buiten, spits. Oké. Okay. Die heb ik hier staan. Er zijn er twee kannen. Niet gemakkelijk. Er zijn zoveel. Moet een Braziliaan pakken. Hij ziet er een beetje zwart uit. Wat? Die moet weg. Eigenlijk een redelijke lippendippen. Ah, hier moet ik zijn. Kun je nu ook een naam staan? R. D. R. O. D. R. E-R? Ja, in die E, kijk ik geen E gezet. R-O-D-R. A-D. A-D. Rodri. Moment, Irak. Rodri. Kom. Coalburner. Is van Real Madrid. Join. Dat je hem gevonden hebt. Een huisvader dat weer? R O D R Y. Beter spelen kun je niet wisselen. Ja, maar die is LB. Ja, LB, RB en SP staan. Wat is het? Voor het moment alleen een LB. Hij leeft dit 18. Ja, hij klinkt daar een keer op. Wat staat er dan bij? De Braziliaan. Rodrigo. Dat is mijn YGO. Huh? Een Braziliaan. Ronaldo. Ja, Rodrigo. Huh? En is hij van Real Madrid? Ja, best wel. Ja. Kijk een keer of dat in die kan komen. Weer een Indiaan. Clausule. Is 37 miljoen. Afkoopclausule. Wie wil het zeer, dat moet je niet geven. Ik heb dat ook niet. En hoeveel is zijn waarde? Wist dat erbij waarde? Wat dat erbij? Dat is waarde bij. Probeer ik een bot te doen van 12 miljoen. En met een vrije 30 euro. Een keer een bot. Een half. Bot indien. Dus je moet dat eerst indelen, hè? Transfer, denk ik wel. Ja, man. Komt goed. Kijk maar. Echt, hè? Moet dat eerst weer vinden. Koud, domme de pastoors naar de finale, jong. En we van? Oela. Ben aan het zoeken. Maar je moet hem indelen en dan moet je naar het transferscherm halen. Ja, 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 ik ga het juist zoeken. Anders moet je naar de kassen dan. Nu, dan doe je... Kan dat toch niet inkomt hoor? Pot uitdienen. Alleen maar een benaderen om te kopen. Benaderen om te lenen. Nee, kopen. Delegeren om te kopen. Niet delegeren, gewoon benaderen om te komen. Kost dat geld. Jawel, jawel. We hebben niet het voldoende geld. Hey Miggy. Kun niet. Dat kan nog niet in lijntje. Die Miggy was weg aan naar de winkel. Ai, met de nacht. Nee. Kun niet, Nico. Hoe dat kan niet. Nee. Nee, hey, zoek dan een keer Almada op. Ja, wacht hé. Wat is? Is hij ja? Bijna. Ja, ja, ja. Almada. Ja, Ali. Lekker hoe dat je het zegt. Zat hij in Holland?
Iago Almada noemt hij. Nou, ik moet de plek niet gelezen. Dat kan ik niet. Ik kan het gelezen op HLN. Hoe zie je zijn naam? Almada. Is dat het? Ja. Die wist ik. Maar zijn achternaam toch? Dat is een achternaam. In Holland. Dat is in Holland dat, dat Sinterklaas een kogelvrije vest draagt. Wat hè? Dat is niet waar. Maar ik toen ik kon kijken, ik kon de link deuren sturen nou je. Echt wel. En oh. Kijk, de Nederlandse acteur Jeroen Krabbe troept net zoals zijn Vlaams collega Jan de Kleine. Wat veranderd is die? Jarenlang in de huid. Argentinië, basic. Dit jaar houdt Krabbe het echter voor gekeken en heeft hij de meter door aan een jongere cent. Om aan te drukken, maar hier wacht hé. Dat kan hij toch niet meer in alle. Ja, ja, hier hé. Want ik had er twee met die naam. Hier hé, dus. Ja, van jou. Dat is Thiago Almada. Dus. Je hebt dat jaren gedaan in Nederland, maar nu om aan te drukken en dan kost het niet meer doen. En ze, toen we werd geadviseerd om kogelvrije vest te dragen bij de intocht als fucking Sinterklaas dus. Ze, toen zei ik, dan sterf ik maar in het zadel. Hallo, het is een kinderfeest. Ik ben echt niet zo moedig, maar niemand schiet Sinterklaas dood. Oh, come on, joh. En is dat CV of kamp? Dat is wat, dat is de link naar je kamp. Als je zal alleen, dat is echt zot gewoon, kerel. Hey, wake up. Dat kan dat toch nog mee. Nu moet je zeggen, in wat voor de wereld leven nog. Nee, maar kerel, dat is toch te zot gewoon, kerel. Als je al zo bent als Sinterklaas, een kogelvrije vesten moet bij hen aandoen. Het zal wel zijn. Doe ik een mooi. Het is toch domme, een traditie die al jaren, decennia... We gaan naar Amerika. Om een report paljassen, wel nemen dat gedaan is, hé. Kom met Donald echt weer een M4 kopen. Dat was het. En weet je degene, hé, die twee gedaan wel nemen, hé. Ze zijn niet de zwarte mensen, hé. Van die hele politieke correcte witte meisjes. Nee, dat is die neiger. Want tijdens... Dat is die daarmee begonnen, neigeren zo lang. Ja, die stop zwarte pit, maar stop zwarte pit is voornamelijk hoe dat ze zwarte afbeelden. Als ze hem nu gewoon een keer een paar roetvingen gegeven, nemen van die gouden oorbellen, ja, en dikke rode lippen, en ook dan de negers al decennia worden afgebeeld door de christenen, dan is er niet aan de hand van de man. Ja, wij gewoon nemen, als de kindjes tegenkomen, dan die kindjes zeggen van, ah kijk, zwarte pit. Ah ja, maar ja, en Jason, als hij jong was, hoe herken je die zwarte pit? Dat is een zakken. Wat? Nee, kan ik eens iets zeggen, hè? Heb jij Zwarte Piet ooit gezien als een neger? Nee. Oh ja, BSC is niet anders dan Ole. Zwarte Piet is een neger. Maar nee. Nu komt nou die meisje nog. Ik heb ik dan nog nooit niet. Maar ik is dan ook niet verteld geweest in scholen. Kijk, dat is ook echt zo dat ik nog nooit in mijn gedachten heb van Zwarte Piet is een neger. In mijn ogen was dat Zwarte Piet was de helper van de Sint. Ja. Maar bij ons in school werd ooit niet verteld dat zwart is door de schoorsteen te groepen. Dat werd de beesten nooit niet verteld. Oh ja, wel bij ons altijd. Ik heb dat ook geweten. Zwarte Piet was zwart omdat door de schoorsteen te groepen. Ah ja. Ja, dat heb ik ook al geweten. Want toen hebben ze nog de vraag had, waarom is Sinterklaas nooit zwart om door de schoorsteen. Omdat Zwarte Piet de neigste erin hoort en hem aan hem ooit zwarte fan pak. Als volk dat op ons neerkijkt. Als ik geleerd heb, dat dat daarom komt dat Zwarte Piet zwart is en Sint niet. Maar nu... Hoe verklaart dan die grote lippen, die houden oorbellen? Ja. Maar dat is niet te verklaren. Zwart krulhaar, dat apenpakje, oh ja. Ja, maar ja, dat is ja. Het is dat te vreemd bij de zwarte mensen. Niet omdat die mensen zwart zijn, maar die mensen... Hoe zwart worden, he. Een normaal pakje, een normale lekker, nee, was er niet aan de hand. Als dat in de Ria stort, dat is het onder de land gewoon die dat niet viert. Dat is dan ook met de Oosten gewoon, dat de islam en al. Die zwarte... Ik heb al zo'n geleerd, dat zwarte pit... Curaçao en dit en dat wordt wel al jaren lang gevonden. Dat is dat ik zeg, hè? Ja, Curaçao is het al... Terwijl ze niet dat ze de klas verboden worden, dat is net, hè. Zit er wel dan niet, hè? Ja, maar dat is al een extreem links blanke doze madametjes die dat zeggen. Ja, maar dat ook al een heel stel geweest voor Sinterklaas ook, hè?
dat hem geen man was die dingen is, die lief was voor de kindjes en cadeaus bracht. Hè. Dat er ook al hele dingen over. Dat is. Ja, maar zelfs in. Ik heb nog godsdienstelijk onendet en dat waarvan dat in de reformatie gehaald is, het wel zo. Waar Sinterklaas, dat is een afkooksel van de pagans vieren, hè. Ja, van Dadde en van Klaus, hè. Klaus, ja. Wat zie ik? Ik ben een helder ding aan het lezen. Niet van Klaus, Pupus. Maar ja, het is gewoon, dat is toch de bedoeling dat dat een sfeer is voor de kinderen, en wij, al de rest is er allemaal bullshit gewoon, dat heeft er allemaal niks mee te maken. Het is een kinderfeest, ja. En allee. Dat zijn de volwassenen die dat helemaal loopkloppen en die dat, ja, dat helemaal in het slechte daglicht trekken. Ah ja, ja. Dank je, ik wil het horen met mijn mond. En ik vind sowieso één ding, hé. Maakt niet uit wie dat er naar hier komt, of dat dan een zwarte, een mocchino of een café latte is. Dan naar hier komt. Als je naar hier komt, dan moet je je aanpassen aan onze wet. Zo simpel is dat. En als je het niet aanstaat, dan moet je weer naar je land gaan. Voilà. Dat heb ik erop te zeggen. Nog één iemand die ook in de dingen zegt, zeg dat zo. Als je niet als zinner en niet kan aanpassen op onze wetten. Je moet een keer proberen, voor een vlag van België uit te hangen als je in Turkije zit. Je moet dat een keer proberen. Ja, Turkije ook, come on. Ja, het is de tweede China, het is de tweede Noord-Korea aan het worden. Dat maakt niet uit, in elk godsdienstig land. Hey, ik wil zeggen, ik heb naar Turkije geweest. Ik heb er ook mijn meisje gebouwd. Ik heb een kerel leren kennen, ook een Turk. En die kerel had jaren in Antwerpen gehuurd. En hij is weer naar Turkije geweest gehoord. En hij zei echt heel hetzelfde op wat ik zei tegen hem. Want het zijn alleen maar... Het zijn de zware gevallen die vluchten uit hun land. Naar Europa, en die kerel zei dat wel, hij zei waarom, zijn er aan Ieren in hun land een straf lopen, like in Turkije. En wat is het in Turkije? Moet je dan maar kijken, het was goed in Turkije. Hier in België, als het was goed, en wat krijg je? Een keer een uitbrander, je mag dat niet meer doen, je moet de tweede betalen en dat is het. In Turkije niet, in Turkije zit je door jaren vast, je moet maar een spekketje goed mee doen, zoals spreken. En die kerel zei hetzelfde, dat in België, als je kijkt in België, Nederland, Frankrijk, dat al de vluchtelingen die naar daar gaan, dat zijn meisjes puur omdat ze straffen en omdat ze dingen willen ontlopen in hun eigen land, die vluchten naar Rus. En dat zijn het zijn. Nico, hoeveel moet ik bieden? Moet ik even kijken naar Brussel? Voor allemaal? Ja. Ik stond er bij van waarden. In Brussel, waar ze de dingen zien. Wat is het? Eén keer 6 miljoen. Connection. Ja, maar like in Brussel moet er kijken stonden waar ze door de immigrant door in de dingen heen. Wie is wel een fat boy en WHYT? Dat is de user entered your channel. Maar fat boy weet ik niet. Fat boy. Is dat van WOT of zoiets? Ja. Dat is waar. Vriend van Jelle. Vriendjes van Jelle. Vriendjes van Jelle. Ik weet nou welke. Nog 10 minuten, nee. Poepenpakker. Nog 10 minuutjes. We komen in de buurt, maar dat bot is iets lager dan... Ik. We wel accepteren. En hoeveel vragen ze? Komt dat je weer zo stil staan? Ondertussen meer. Nico. Heeft dan ondertussen meer? Of is het ondertussen of is het 1 miljoen? Nico, normaal vragen ze 50 euro, maar geen is voor niets. Nee. Ja, heeft dan ondertussen meer, hè. Wat is dat? Okay. Ik zou wel niet toe wat op. Accepteer. Maar in ondertussen... Ik zou het ook niet vertrouwen. Ja, ondertussen? Tegen voor Thiago Almada. Die ga jij dat babbel nemen, die man is niet aan het lusteren. Nou, ik weet niet. Nou, ik weet, maar ik ben jij aan het ambiteren. Ik zou wel aan het lusteren. meneer. Ja, en ik heb wel respect voor je. Oh. Wie? Ja, onderaan doen. Wat onderaan doen? Dat is goed, een kleintje met groen. Ja, je moet eerst kijken op... naam zoeken, hoeveel dat hij hem momenteel verdient. Voor mij is het Glazen Plateau. Maar met mijn naam, als je kent het tijd, dan krijg je ook een vettig verdien. Klein speeltje. Maar het is ja, die sta, ja, inderdaad, die staat erop, 1,20 meter. Een klein speeltje. Het is hier een groot wedding.
Ja, maar bij de eerste dingen is dat bij Jon hangt wel aan je plafond, dus dat is toch niet zo makkelijk. Nee, je hangt niet aan het plafond, maar je leg rechts van. Ja. Ja, inderdaad, ik ken het daar hier, kijk. Sprintsnelheid, 99, visie, 5. Wat, hè? Nico, ik heb een probleem. Is hij bezig? Dat is een probleem, Samson. Krijg hem de nummer uit. Ik heb er niet te lezen, maar dat hij wilt. Nee, ik heb hem niet. Boah, lei, jongen. Heb je hem te droom als ik het tijd naar jouw accountant zien? Laat hem spelen als rotatie. Nee, ze zullen alleen accepteren, onderling upgrade. Ja, op dan accepteren. Accepteren, doen accepteren. En toch lees je een keer wat je moet doen, hè, alstublieft zeg. Ja, normaal druk ik op pauze dat ik het wel wil kunnen doen. Maar ik heb geen. Wat een pauze. Ah ja, je ziet deze mij doen. Je kan ze dan gewoon. Onderhandeling is die aan toe. Ah, is die. Ah, is dat onderhandeling? Ja, maar het zijn dat ze heen en weer mailen. Dat staat toch allemaal op in je mailbox? Nee, dat is aan een tafel. Nee, dat is echt aan een tafel zijn. Serieus? Ja, dat is FIFA. FIFA is echt per. Als je onderhandelt, kan je aan tafel zitten. Je moet eerst onderhandelen met dingen. En als je voor Real Madrid pakt, dan ga je tegen Zinedine Zidane moeten onderhandelen. Ja, juist. Dat is wel chic. De laatste keer dat ik FIFA speelde en dat mijn eigen team coachte, was dat in 2016. Ja, dat is WK. Contractje voor 5 jaar, voilà. Toen kwam ze, toen was er nog in bovenaan, zei het verzeer van je. Zo, juist dat er raar. Dat is juist in plaats van in een rondje in de vierkant. FIFA 15 en FIFA 16 in bovenaan zit. Hoe wezen, Nico? Kijk je dat je toch wel een keer 5 centimeter mag groeien dat je die kikkersperspectief zit, hè? Ja, echt dan nog een keer? Dat was wel moeilijk voor de. Ja, daar verstond ik de eigen klote van, hè. Maar ik word niet de enigste, blijkbaar. Kikkersperspectief. Nee, het is perspectief. Perspectief, ja. Het is niet smart. Sparren is iets anders. Warren? Allee, jongen, wat is. Ik ga hem opzoeken in de grootte van goed, hè. Wacht, ik kan hem zitten. Oh, nee, bro. Ha, kijk, weet Allee. Nico, ik ga nu aan het lachen in mij, hè. Dus ja, hoor. Aha. En Miggy. En dingen, Tom, lukt het? Miggy. Ja. Hoeveel heb je, wat moet je nu doen? Ik had ook kennis zeggen dat al weg is. Dus we gaan geen afgekoeld. Nee, dan moet je zeggen akkoord. Nee, dan moet je. Die potent is dan nu wel. Ja, ik heb accepteerd nu. Zal dat zien? Ik ga dat een keer uitleggen wat dat eigenlijk is. Een afkoop zou dingen. Clausule. Dat is wanneer dat er voor dit atem doorgekocht wordt. Nee, wat is het weer? Ja, is een contract, maar... Ik weet wel wat dat is, hè. Is, ja, maar is een contract, stond er gespeeld voor 3 miljoen, we zijn afkopen achter 6 maanden of een jaar. Ja, dus je hebt je contract, en aan je contract, best je contract, kunnen er andere mensen bieden als je een afkoopclausule hebt. Nee, maar ja, het is dat ook zo niet, het is dat ook zo. Ja, ik kan je zeggen, Kenneth, je ziet het niet als kikker perspectief, hè? Nee, dat is kikker perspectief. Ah, voilà. Nu word ik er klaar. Kartartje. Ik vind wel die dingen mee. Je moet verbeteren en jezelf weer een verkeerd zeggen. Nee, maar ik heb het expres gedaan, hè. Je zit nog maar een beetje de kikker van de kerel, hè. Je mag niet... Ik heb het expres gedaan. Je mag niet lekker met mensen spaken bij. Ik kan ik dat juist ook zeggen dat ik dat espresso zou zeggen? Nee, want ik heb wel van de eerste keer goed gezegd. Ja, maar het is niet omdat ik de eerste keer goed zeg dat je het over nog een tweede keer goed zeggen. Perspectief. 3 keer tegen. Nu hier. Proficiat, zijn het nu een keer in de zinnen? Ik zeg geen papaoi. Zeg het niet hier nu een keer. Nee, maar je zegt het wel 3 keer na het akkoord. Ja, maar kijk, oefen het nog eerst 3 keer. Maar dan, kijk, het is een perspectief, hè. Perspectief? Wat? Nee. Nee, ja, maar ik ken al een lange spraakgebruik. Dat is toch zelfs in mijn medisch dossier. Nou ja, kijk, mijn verontschuldiging. En ik zeg dat hier al 3 jaar.
maar ja. Als je niet lust hebt dat ik toen de kleine uitleg geven over het trok, ja, moet ik ook niet verwachten dat je daar nog te lust in deed. Nee. Dat is waar. Ja, Nico, hoeveel moet je verdienen? Ja. Hoeveel? Zeg het zelf niet. Hoe lager, hoe beter. Ja. Dat is niks. Nou ja, dat is hier just, hè. Wacht, ik heb een idee. Het is daarmee dat ik zei, ik eerst op zijn naam en dan weet je hoeveel dat hij in zijn vorige contract had. Ja. Heb dat je voor lust? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wacht, ik heb een idee. Geef hem... Huh? Geef hem... 28.000 euro. En 800.000 euro. Ik vind dat opgelost was. 28.000. Ja. En 800.000. Tekenbonus. Ik hoop voor u dat hij niet wegloopt van de tafel. En 8 is tekenbonus. 800 dus tekenbonus. 8 is euro tekenbonus. Daar teken ik nog niet uit. Het is echt reizen, hè? Ik weet ook niet tekenen. Jawel, mannek. Smiley. Bot in die. Ik hoop voor u dat hij niet wegloopt. Loopt hij weg? Ze zijn nou aan het vallen. Dat is zeker wel op, hè? Dat is hier redelijk anders. Oh, je hebt een chance, kijk het wel mist. Oh, je lelijk wat. Je hebt echt chance, jij hem, hè? Ja, man. Die zei het op. Ik ben nu nog over. Ik ga kijken. Ja, hij nog 8 miljoen over. Ja? Zoek een keer op Sandro Tonali. Tonali gewoon opzoek. T-O-N-A-L-I. Tonali. Hé? Is dat niet je ES? Nee. Wat heb ik gerecht? Ik moet zeggen ja, want we kunnen niet eens. Ja, okay. Ja. Lukt het? Ja, wacht. Je hebt die echt goedkoop gekocht, man. Echt goedkoop, of ik? Wacht, hè, hoe deed die kerel dan, hè? Maar hier heb je meer geld, dus. Moet aan. Ja, nu. In het eerste jaar ook niet meer. Er staat niks van waar de bio staat. Allee, jong. Sandro Tonali? Nee? Dat is allemaal vraagt hij. Ja, normaal zijn moet je scouts laten zoeken erachter, maar wacht, hoe oud is die hem? 19. Pff, dat is al goed, hè. Doet een bot. Hallo, vlijen we? Alsjeblieft, hè. 8 miljoen. En hoeveel ondertust, allez, hoeveel per maand kun je nog geven aan hem? Je weet wat ik wil zijn, hè, aan de andere kant van die balk. Nee! En onder... Wat is een ondertust? Is dit dan nog? Ja, hij heeft dan 8 miljoen. Onder zijn 2k. Hij heeft dan maar 8 miljoen. Hollenbak. Alles. Jezus, ja. Ja. 8 miljoen. Ja. In de test nog 16 miljoen. Wat heb ik goed? Benaderen om te kopen. Nee. Wat die echt is om mijn helder te doen, die niet. Heer. Waarom moet ik eigenlijk nooit een speler wisselen? Hoe bedoel je? Omdat ze niet goed moet zijn. Een speler wisselen? Hoe bedoel je? Je kunt dat wisselen, hè. Als je een speler transferpoort doet, kun je zeggen van geen transferpoort, maar ik ga gewoon een wisselen. Ja, maar je moet alles aan, alleen het moet dus wel. Wij zijn
3/4 van die kern wat ze dat niet accepteren op zichzelf. Ik heb het ook al kort eens geprobeerd. Ja, en dat hij dat doet, dan moet je eigenlijk de waarde ver ongeveer een beer ton extra. Ja. Dus ja, en als je eigen wisselt, dan word je niet van je huur. 8 miljoen! En dan loopt hij weer weg? Wat? Heeft hij weggelopen? Ja. Hij is 19 jaar, hè. Joey? Ja. Wanneer heeft hij dus die Leon Lotus? Maar dat is wel een goede speler ook, hè. Moet je kakken hem al? Het is in orde. Wat is er in orde? Wie is er in orde? Arma. Ik ben in orde. We doen Ik ben Jason. En nog spelen ze niet goed? Is het beter nu? Ja, wacht, ben aan het pezen. Kun je dat niet genoeg zeggen tegen me? Ben aan het pezen, man. Je moet een beter een nieuw bladje spelen. Ja, een goeie kip. Zit wel naar de hok. Is dat Nico? Dat we morgen nog binnen gaan. Naar bedcenter zagen. Dus wie nou al? De La Vega ja. Je had al... De La Vega. Dest. Diego de La Vega. Ja. Dat is mijn middle name. Wie nou nog? Ja. Miguel de La Vega. Miguel de La Vega. Je had Almada nu bij. Nu moet je nog een spits hebben. Dat is toch wel. Dat is wel een beetje. Lamkelzee. Ja. Miguel de la Vega. Wat is Jupiter? Ja, de vijfde. Jonathan David uit Jan. Hele... Arma, Golden War of soms? Wacht hè? Nee. Ik ken die nog. Golden War. Dit doe je dan vroeg. Oei, shit. Wat? Fuck. En hij, wat was er nu met die Rodrigo? Golden War. Janich. Ah, wat is het dan? Nee. Nee, wacht, ik kan nog een ander zo. Slim dan. Hey, Greenwood al een keer gezocht. Wil je dat slim zien? Ik doe nog een keer Greenwood. Wie zijn de micro doet er zo hoor? Die van de... Ja... Kenneth. Nee. Jawel. Wat doet die? Die bust. Een bust. Kijk wat dit. Dus je hebt om een headset van 80 flappers. Dan niet bij hen, hè? Mei. Ja, maar ik kan hem maar aan 20 euro kunnen. Ja, dat was te denken, hè? Ben hij vakantieveilingen? Hoeveel moet ik bieden? Ja, hey. Ik zit daar ook niet op vakantie te gaan. Ben hij vakantie? Een smartwatch. 8 miljoen. Ja, 8 miljoen. 30 euro, hij is 120 euro waard. Keus, sukkel. Mooi. Is dat de vakantieveilingen? Ik had het met de man net niet. Toen met vakantieveiling. Half eerst. Tot een beetje later. Joe. Wat is die op 15? Ja ook. Nou. Is hij ziek? Ik ben niet ziek. Ik ben alweer een hele week even te werken. Oh. Ja. Nee. Hij is ziek. Maar hij moet je niet op een ander afschuiven. Dat vind ik echt een goeie kijk. Hij is ziek, hè? Ik doe ook manager, hè?
mijn orgel moet leggen. Ja, natuurlijk. Ja, mm-hmm. Ik doe ook manager, hè. Ja. Die Greenwood momenteel bij mij, die net 96. En weet je wat die waard is? Oké. Okay. Dus de vorige keer stond erop dat ze een bod gedaan hebben van 250 miljoen euro. En er stond op dat ik hem eigenlijk voor 330, tussen de 330 miljoen en de 600 miljoen moet verkopen. Oh, mooi. School. Dat was Greenwood. Heel blauw. Dus dat is niet. Wiggy, zeg je aan het drinken? Wat? Dat trekt er niet op, hè. Zeg je gewoon een punt aan het drinken, of hè? Ik is niet. Ja, ik wel. Ja, ik wel. Zolder kan het. Sterk bij je. Je gaat drinken wat het natuurlijk geen idee is. Allee, jong. Gewoon een idee, ik ben hier op antibiotica hier. Wow, dat gaat er één zo het, joh. Ben je ziek? Wat? Wat, is warm? Wie zit dat? Wie zit dat? Wie zit dat? Nee, jongen. Dat gaat er één zo het, zeg ik. Motte. Wat? Wat? Dat gaat volledig zwart, jongen. Ja, toen ben ik wel Vlaams leiding. Ach, jongen. Dat was Vlaams, dat was beter. Heeft hem... Oké? Wacht, hè. Nu moet je opletten, hè. Heeft hem 48.000 euro. Wat zei het hem? Wat zei het hem? Ja, geen miljoen en half. Geen miljoen en half. Een miljoen. Ah ja, fuck. Moet die dingen nog terug opzetten. Dat kan niet, hè. Crap! Veel mogelijk. Dat staat er allemaal af. Wat die hebt dan nu? 48.000. Ja, kun je ook in het rust staan voor anders kan lopen? Hier, hey, ken het. De lange ging hem een contract geven van 48 miljoen per week. Als het heeft. Dat is lekker. Hier zijn wel miljoen, hè? Een tekenbonus? Wat ga je doen, Toon? Een miljoen. Ja, als ik verdek geld. Zoveel mogelijk. Ook mee shotten, denk ik. Ja, dat kan je hier. Ben dat toch rust op de bank zijn? Het is dat. Ze moeten dat in de tribune zien. Ik zit er niet van, maar... Oh, 15 miljoen. Langen voor de contract is dat niet goed. Heb je die dingen ooit gezien, Kenneth? Die... grootste oplichtskanaal in het voetbal? Schandaal. Dat is een redelijk aanbod. Het oplichtschandaal in het voetbal? Ja. Dat kan niet. Hoe kan dat nou? Duizenden voetbalschandaal. Ja, ja, ik weet het. Maar het grootste is maar één, hè. Ken het? Het grootste was in Italië. Nee, ah, ik weet het niet. Jawel, de grootste was in Italië met Juventus. Wat Juventus is toch zacht naar vierde klasse en in een drie jaar kiezen naar eerste klasse. Dat klinkt wel best Vlaams, hè? Ik ben bezig over een ploeg. Maar is dat toch schandaal? Over een speler met een ploeg, hè? En dat gaat over Juventus? Of wat zeg je? Nee. Ja, dat ging hem over vroeger en dat was een speler. Allee, ja. En die betaalde dus de profs geld voor te zeggen dat hij een goede speler was. En de club kocht hem toen. En die kerel kost niet voetbal. Moet er een keer opzoeken. Zijn dat van die jaar ook gedaan, hè? Een speler van Anderlecht gekocht, maar je kost ook niet voetbal. Ja, van die Anje, dat is wel, ja. Maar je kan wel goed feesten, hè? Ik kan wel goed feesten, allee. Ja, ik kan ook goed de bomen opeens noemen, nee. Ja, allee. Ik heb een intense probleem dat je hebt, dat je niet weet wat ze moet schrijven. Ja, maar, hey, je moet je woorden een beetje doen. Die mens passeert hier met zijn Rolls Royce en jouw weg geen meter overschot, hè. Nee, dat is ook wel dat is het probleem. De politie toen door en zei tegen hem, kijk of je moet aan de kant gaan. Want het is niet opgesloten en moet er niet bij hem. Hoe is het eigenlijk ook een zoon? Wie heb je allemaal nu niet? Ja, duur akkoord aan de retten op en neemt dat akkoord niet meer. Fijn duur. Oh jongen, zie eens. Maar je safety toch automatisch? Als je nu laat, dan heb je toch een automatische safe? Blijkbaar niet. Hoeveel waard dan? Ik heb weer 15 miljoen. Lang, gewoon een keer, ik ga weer druk op bolletje, houd er volledig uit en doe gewoon mijn jongens dan. En pakt gewoon die auto's in. Lang. In uw laadmenu. Lang.
Zou je beter niet, zou je gewoon niet Freddy Fish blubben spelen? Wat? Freddy Fish blubben spelen in plaats van FIFA, want... Of uw favoriete spel in plaats van Pac-Man, Manpak. Ah, wat, ik weet niet, hè. Ik kan gewoon een keer hoesten voor dat ze dat tegen, mag het niet? Het kun je niet wel? Ik vind het even chiller. Ik vind de mensen af en toe. Ah ja, ja, ja. Ik vind wat het wel dat hij hier... Ja, het zijn niet meer, kijk, hij ja met zijn, zei ja. Nee, maar ja, jong, menselijk komt erachter, ja, 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 komt eraan. Komt erin, hè. Ja, maar ja. Nee, het is weg. Kenneth, je kijkt het niet volgens kikkerperspectief, hè? Nee, dat is ook wel, dat is ook wel. Zeg, maar meestal maar hoe, niets meer. Hoe perspectief meestal van mij. Nico, het is weg, joh. Maar je is zo zuin, man. Ik verstoor je niet meer. En Nico steekt dan al zijn moeite door, hè. Echt de waarheid, jongen. Ik kan drie keer tanden komen. Hij moet even... Maar ik kon dat toch niet aan doen, dat was met een voeltje. Ik wou het opslaan en het is weg. Tom, je weet toch wel, Nico is nu lekker makelaar, hè? Je hebt er ook de procentjes op nodig, hè? Ik ben als het ware de, hoe noemt die, Malkovic of, nee, dat is niet Malkovic. Is die Bajatschi. Ik zie zeker dat de Nico me nog wil, hè? Mooi Bajat. Mobajat. Mobajak. Maar kijk, Nico, Mobanink. Kenneth Terry. Die had de sprintsnelheid van 1 eten, maar een visie van 5. Dat is geen sprintsnelheid van hem, hè? Dat is toch anders van hem. Ja, 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 ja. Een neus voor goal. Ah, lap. Daar rijdt dat tinkie naar beneden. Minder, nee? Wat, daar rijdt tinkie naar beneden? Nee, jij hebt het weer, hè? Oh, nee. Tinkie toch. Hallo, ja. Dit had een hoofdsnelheid. Was dat een maatschappij toen? Nee, dat was met dat ook. Tom. Die zei dat ja. Was Almada. Almada. Nog een uur dat ook gepraat. Ja, anders moet je dat gewoon poken in de ruimte. Ik ben op de play aan het spelen, ik zit niet achter mijn computer. Shit, please. Oh ja, gaan we in avans. Ik ga dat nu weer heel gaan zijn, je gaat weer vreemd zijn. Dus, Nico, als we dit maar, en Twin? Moet meekomen, hij gaat je naar de kamer. Greenwood. Naar de kamer? Ja, jongen. Oh, mooi. Je bent 2 minuten weer, ik ben niet naar de kamer. Oh, en doe je dat tegen Antwerpen? Ik kan het met plek maken. Moet een beetje dus, trainen. De ene was 25 dus euro per week dat je mocht geven, en de andere was 45. Waarom slaagt dat ding dan niet op? Ja, maar 15. Ik vind het mijn jugend wel, hè. Oké. Dan heb ik er nu 2 staan, tot nu nog. En hoeveel laat je gegeven? Voor mijn oude, hè? Voor die Greenwood 8 miljoen. Pak maar eerst die een Greenwood. Hij geeft niet een 7 miljoen. Ah, ik heb weer een vergeten kijk naar het woord. Nico, ik weet het niet meer. 7 miljoen? Ja. Oké. Okay. Ik zie nou weer, het was een vlugger. Goed, weer lang. Met al die afleiding, het is nu 1-2. Het was een stoftje. Nou ja, als je keek er naartoe, het was dat door. Is het niet uit? Dat was van pfff. Ja, dat ja. Nee, het was een pfff. En het was ik keek naar een filmpje van Chris en Co. met dingen. Jean-Pierre van Rossum had de Sinterklaas speelt. Kijk. Oh jongen, ik Miggy. Heb weer plat gelegen. Miggy. Ja. Kon ik een filmpje naar de deuren zijn? Oei. Of hij dat filmpje zien van die Jacques Vermeire. In het stadion met KV zet, hij dat filmpje aan het zien? Nee. Mooi, kerel, schitterend. Maradona werd graag. Hier zijn voor 7 miljoen en we deal. Je zou bezig over de streep. Ah, dat is gewoon een streep mee op het veld. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, dat was nou een snufwit. Maradona weet. Mooi jong, ik koos niet meer. Wat? Ik kan hem voelen. Van hem daar, ik kan hem nu zijn, maar ik jammer zijn. Je moet dat maar een keer doen. Maar het is niet bij van wat dat hij wil verdienen of zo, Nico. Wat? Ja. Nu ben ik aan het kijken naar hem, maar is er niks anders bij dat. Moet je hem laten. Ja, je moet niet kijken naar hem, hè. Je moet gewoon dat bot doen, hè. Je weet nu ongeveer wat je moet geven. Jankie? Nee, kan je nog niet uit.
Dat is een normale kandeer in zo'n, maar dat is wel een deur. Ah ja, je hebt een juice. Ja. En ik. Ja, ah nee. Ja. Ah, ja. Ja, je moet kiezen. Je moet lusten. Oh, schrikken. Ja, wacht hè. Ik wil graag ook met de lusten met u. Dat was een hele kamp, sorry. Nou, zou ze daar voor voetbal gaan? Ging Kiani door, niet naar binnen, naar onder Verenten? Nee, dat weer met z'n Jani, man. Allee, kom aan, zeg. 2-2, fucking kut, en laat me nu rust. Je loopt tegen die kerel en je valt op de grond, zeg. Alleen op het golde. Jij scheidt erin. Je kunt hier gewoon geen duel winnen, maat. Laat me verder gaan. Nou, oh, je wilt. En die... Ach, wat is dat hij met die kerel maat? Die vliest hier alle duels, man. Hey, wie heeft wie aan het time, man? What the fuck? Nico. Ik wil verdreden, kijk. Je weet toch dat je niet... Nico. Gaat zin. Nee. Heb je je Facebook dicht bij de hand? Ja. We kon een filmpje sturen naar je. Hij moet dat maar een keer kijken. Mhm. Kijk, schijt erin. Is een beetje sweet, nee. Is toch wat baar, hè? Maradona, weet je? Maradona, dat is van dat vijf soorten wet. Die moet ik ook zo... Welke wet is dat hier? Kennis. Vijf wet, hè? Van de Maradona wet. Je moet dat filmpje een keer opzoeken van Sinterklaas met dingen Jean-Pierre Van Rossum en Chris Alcou. Nou, maar kan die nou zien. Ja, maar ook wel zien. Met zijn sigaretten, de poe. Oké. Met zijn pak... Pak Bilga. Pak Bilga, ja. En die zwarte. Ja. Ik kon dat puntje, ik kon dat nog niet zijn. Dat is ondertussen 10 bonus. Maar oké. De spanning steekt. Oh, nee, ja, fuck ja. Ga mis. Wie? Wie? Dat is heel redelijk. Bot. Voilà, nee. Dat is echt niet te doen, hè, maat. Wat, hè? Ja, maar iedereen met verdediging van is al sukken tot en met. Oh, kerel, Simpsons tap al. Dat is al de wel altijd, joh. Sjaasje, hij niet per mas controle mode aan de blauw bruin. Wanneer? Nu? Is serieus? Ja, mas controle. En duren, nog stad en nog breiningen. Je weet toch wat je de vorige keer ervoor gegeven hebt, lang? Oh, is mijn alcoholcontrole. Ja, nee, maar, nee, ja. Nee. Kijk dat, hè? Hoeveel hebben we gewoon? Ik weet dat niet meer, jongen. Ja, zie je staan. Frits, ik was maar zeer constant van mijn pijst. Hoor je? En Frix Tintekloon ook. Oké, moet ik hier. Ben. Is hem bonen? Ja, maar dat is hier. Hier, ja. Hier, controle aan de bruggen, aan Breiningen. Van 7 miljoen, vind je het? Isenbergenstraat. Dat is 6 miljoen. Leidse. Ja. Zo van nog, ja. Controle regen. Nee. Ja, het is toch veel. Ja, dat zijn er al 7 controles. Ja, 8 minuten maat. En iedereen, hè? Kijk, als je naar Breiningen riep, iedereen moet stoppen, hè? Uit nog stad. Dat moet beter kunnen ondertussen meer open. Ik was content dat ik dus met die ondertussen. Ik ben content dat ik het niet in kort neem. Mm-hmm. Of dat ik het niet op een opex te doen. Of dat ik het niet in mijn toe heb. Ach, maar hoe loop je eigenlijk ook? Hè? Dat is zo stom, hè, vent. Wat mij stel vooruit. Kan ik wel eens erachter het lopen, hè? Die kerel loopt gewoon voor zijn man. Nee, is een putspel. Ja, alcoholcontrole aan de flex ging klonen. Ook. Ik kan gewoon niet winnen van Antwerpen, zeg. Shit, zeg. Wat is? Regulates.
Controle naar Breiningen en controle naar Stalingen. Fuck you, hier, maat. P3. Sporadisch? Ja. Oh, we moeten die man van in het begin erin zijn, op die plaats. Dat zijn echt, ja, dat zijn toppers. 2-3, come on Nico, bloem man. Heb ik ook weer een paar ouderen op de transferlist zetten? Ja, hé, dat is de bedoeling, hè. Ook soms sukken in FIFA dat hij hem toch naar de verkeerde persoon heeft. Toen hij in dat er never staat, hij heeft hem naar die verste. Ongelooflijk. De hashtag verlieren. Ja, dat is de goede en de beste, hè, Martin. Want die wonen is ook bezig. Ben Miggy. Hm? Ja? De bezoek is zo weg, vindt. Ben je nou in de bedden? Alle molen. Ja. Bye. Wie is... Dat we doen, en is heel content. This guy. Hoe zit dat hier dan? Hier roest hij niet. Kun je nog niet spelen? Wat is dat hier? Wat is er hier? Nog niks, die nou toch had hij dan. Dat iedereen dezelfde server speelt. Dat is niet het. Die PvE, dat is de eerste open in plaats van PvP. Ja, toch. Nee, dat is ik kan al de moon overkomen deze keer. En dat je staat niet over. Hoe lang er opnieuw bij hen niet komt, misschien. Ja, save maar, hè, save. Ik heb weer holes tegen nu, joh. Ja, is het, Thomas. Oeh, lekker. Oeh, ben ik op een what the fuck? Oh, motions. Dan heb je gedacht of. Ja, dan net een andere. Huh? Salaris, budget, je moet het pijn down, dat is niet. Ja, dat is normaal, hè. Je hebt er 3 gekocht. Blijf 2. Hoeveel boek heb je hier? Oh, wie wil hier nou weer? Jorn, godverdomme. Nou, Almada. Oh. Björn Madden is hem toch? Hoeveel staat er in zijn naam? Ah, nee. De Vicky, Hoedia. Hoeveel? Ja, dat was niet zo'n leuke man. Maar je moest hem toch Kwijt. Dat hij die pot weer dacht hij dus hier. Nee, dat is. Maar ja, hij is zo'n leuke man. Dacht hij dus. Dacht hij dus en toch nog. De rest was het dan, vindt van elke keer kan spelen. En 500. Hé, dat is goed, hè? Spelen. Wees je ziet hier voor Domino. Hey, is dat weer een ja. Ja. Download een keer die een server, dan ik dat. Ja, maar ja. Ja maar maak eens geen Arma's aanstaan. Nico. Arma? Nico, toen met de server zo met dat niet van, maar je blijft nog steeds met een Arma. Ton doet mee, gasten. Kerel, je ziet gelijk nog dingen dan ben dan. Kun je niet aan dingen ja, maar het is een wintermap. Dat is nu een wintermap. Nee, maar ja, je is nog bezig op 16. Of is nog bezig op je nadruk? Maar nee, hij is op Steam is nog bezig. Pak die joh aan het spelen. Dat weet ik niet. Fucking veel hier. Maar ja, kan wel redelijk veel. Ah, maar ja, je hebt het hele ding. DLC's, hè. DLC's, hè. Ja, misschien dat hij die moet doen. Ja, dat is wel zo. Ja, niet als DLC's dan toch gewoon. Maar ik was dat ook eens doen. Ja. Is dat wat er ook al geweest? Ja. Hij is leuk. Ja. 2 uur aan klaar, Biggie. Nee. Maar ik zou dat komen wie je vindt. Hey Björn. Ja? Kan je daar juist nog kijken die hele Lucy spelen, hè? Ja. Ja, maar zelfs gaat de map. Ja, wat heb je gespeeld? Wat was? Rita Beach. Ik ga hem als je op mijn tanden hebt. Ah ja, maar dat is een moeilijke map. Iedere keer dat ik die boot kwam, ik kreeg kool in mijn kop. Ja, maar ja. Nee. Ze zitten in die bunker van voor met de machine gun, hè? Ze zitten al direct te schieten. Dat was het echt de wishing, dat is gewoon een goal.
Oh kerel, dat zijn nou weer massas die als bieren. Nee, eentje. Eentje is te bieden. Zwarte rotten. Nee, het is er wel meer bij komen. Oké. Maar ik heb, ja, ik heb alle DLC's behalve de dat met die tank te kappen. Ik ken inderdaad, ken al die anderen nog niet. Schmeut. Ik ben al niet wat ik eigenlijk zie. 15 DLC's heb ik. Wat, hey, arme contact. Oké, wat is met aliens, met aliens. Ja, dat is nou ja. Ah ja, oké. Ja, dit moet wel. Het is dan de bedoeling dat we die server spelen van ons dan? Nee. Ik ga dan van de morgen op elkaar. Ben er ook mee. Yes. Hebben die arma contacten? Wat is dat? Wat? Arma contacten met aliens. Dat moet mee. Oh nee, ik kan niet. Aliens? Ja, dat is maar een nieuw. Ja, dat is een nieuw. Dat moet dan. Ja, dat is een nieuwe ding. Een nieuwe DLC mappen. Is dat nieuw? Dat is contact, ja. Nietje. Ja, DLC contact, ja. Dit moet ik wel. Dit moet ik wel. Hij moet er nog een zak op hè. Ja, ik ook, hè. Nee, contact. Contact, ja, die trok ik ook nog niet. Nee, contact. Laten ze voor, ik ook niet. Jet, ik ook nog niet. Ik wel. Jet, heb ik ook. Nee, nee, snel doe dat nog niet. Was dat nog die DLC-pacties hier, was dat? Of dingen, ja. Maar dat zegt Thomas de goede dag tegen Thomas. Dag Thomas. Dag Thomas. Ik was Thomas. Wat heb je? Ik ook niet. Jawel. Ik heb toch gezien. Dat is dat die dan? Ja, maar is waar. Wist er Big Bro, hè? Ja. Nee. Ik heb toch niet in de rug. Ah, maar het is op dingen, het is op je. We zijn nog een beetje maf vast. Ah, je ziet, ik ken Jets nog niet. Heb Jets nog niet? Jets had nog niet. Anders moet ik in het lucht houden van de standaard, want misschien heb je nog iets. Ah ja, kijk, ik ken contact. Je tactic ops zijn nog niet, tanks zijn nog niet, contact zijn nog niet. En Golden War Germany, ik kom nog niet. Thomas. Yo, Thomas. Ah. Oh my god. Dat je er Thomas niet kent. What the fuck? Hey, ik kreeg een contract. Hey, die contact moet ik wel hebben. En wat voor een wereld. Contacts moet ik zeggen. Die tact op, die moet ik hebben. Ik kijk naar alle van die dames. De positie van. De rest heb ik wel weer. Ja, hoe zit dat die vent? Kijk Thomas aan. Bij jou op de barbecue. Ja, de barbecue. Wat was naam de roep? Ja, dat was die kerel. Natuurlijk, ja. Is dat het nevenstek? Ja, die landen die nog. Ja, maar ja. Die is de schrik van het leven dan dat we opeens aan dottels doen. Dat is nee. Ja, maar ja. Maar ja, gewoon een krap leggen aan de pet, ik wil zo. Heel plat en boom. Plat en boom. Krap leggen. Maar dan wordt de hek aan het. Nee, ik ken het niet. Weet je wat mijn trainingsvriend is? Marcel. Marcel. Marcel is de slimme. Zij is wel eigenlijk niet. Zij is wel eigenlijk niet zo'n neef, jongen. Dat is toch duur, zie je. Er is mij genoeg. Zot. Hij is mijn vroeg. Het is maar uit. Het is mijn vroeg. Nee, nee. Ik kreeg een contract. Ik kreeg een contract. Hier, een contract van wie? Hé? Hier en daar en daar en hier. En dan de Thomas. Wat heb ik gekregen? Ik heb een andere vraag. Wat heb je met me? Wat heb je met me? Bij jou. Ik moet me terug. Ik moet me terug. Het is best, hè? Waar is het genoeg? Op de vetmarkt? Wat op de vetmarkt? Nightcourtje. Nee, dat is te wild te doen. Zie dat me vast zal doen en dat die borst is. Die gaan niet doen, dat is dan mijn controles. Yo, dat die dat gepakt worden aan de vellen. Plat hij boven mij. Dat is behoorlijk, hè. Ik
dingen, ik heb weer een nieuwe auto, hè. Is dat? Ja. Is dat mijn amateur? Ja, hoor, stop. Ik geef het je. Is er ooit een keer toevallig? Nee. En hij heeft nog 10 minuten weg, dus ik heb met de hangover gevoerd, maar hij heeft niet gewoon tegen dat spart. Nee, maar is de rode keer? Nee. Wat is dat? Oh, paren. Wat je hier hebt, paren. Als je het voor deze koets mee doet, mag je het? Wat is? Wat is het nummer 1? Je kan zo? Hoe komt het zo? Ik weet niet. Ik ken het, jong. I love you. Oh. Dus dat geeft op mijn naam dus la op waar chat stijgt op. Ja. Zeg. Biggie. Nee. Mooi, ja, zoet. Nee. Dat server zegt hij. Nee, dat komt op. Ik zit op het server, ik zit voor de server. Ja, en Peter moet rusten. En we hebben het nog wel gekocht. En half 7 GT gekocht. Zo. Mooi. Tegen dat we mij er nog altijd op staan. Eigenlijk. Maar over welke arma zijn we eigenlijk bezig? Ja, arma 2. 3. Ja, 3. Hey, nu? Ja? Jullie kunnen een aan de ja? Nu, ik kan aan het de spelen, en toen kunnen een aan de voet naar de wit gesmeerd. Oké. Ik zou dat weer een heroe dat je te stoot hebt. Oh nee, voor alsjeblieft, dat stopt nu. Biggie. Ja, ik kon stoppen. Nee, ik kon niet stoppen, ik kon bij hem. Biggie. Dit staat er al niet op, Nico. Ben je ziek? Tegen de whisky, dat was wel een goeie. Is die ziek? Ja, ik heb echt een 15. Is die ziek? Ja, garen, man. Zo'n brave. Dan zei je dat als boven hadden. Ik vond eigenlijk wel de meeste van die kick voor dingen kicker perspectief. Was toch nou hier? Ja, ik denk aan Tom. Ik denk aan Tom dat Tom Anneke niet saveden. Nu dus. Maar laat me kijken. Ah, hier. Ja, want Tom, we zijn gehazen. Show, je kies niet. Wat? Wat dan toen aan? Ga je wel vet Gianluigi Donnarumma. Gianluigi. Dat is niet makkelijk voor u te spreken. Die ziek? Afkoopclausule neer. Waarom moet ik hier op die zetten? Maar ze vinden dat je die niet alleen maar kan winnen. Als je Gent hebt, dan is het normaal dat je tegen tweede klasse speelt. De best! De plan! Oh, juist. In de beker. In de beker alleen maar. Peske, dat ben je Engels witte. Tony! Waarom? Afdank de beste. Waarom? Ik was niet tegen jou bezig, ik was niet tegen dat spa bezig. Waarom? Och, nee, jongens, dat staat er hier al ver al op, of is het deze? Biggie. Wat? Dat staat er nu al ver op, of is het? Nee. Het is tafel, is er mee aan het zien?
Soepen met bier. Nee, nee, het is een appelen. Ja. Met een maat in hem toe. Heb je appelen? Nee, nee. Maar jawel. Ik ken zijn neef, Rudy Bear. Allee, dan moet ik weer gaan uitleggen binnenkort, hè. Nee, die lachen met Rudy Bear, hè. Ja. Of een speed. En is dat de familie van Rita Grasov? Je biedt een peer op wat nabbelt, hè, en dan... Rita Grasov. En is dat dus soms niet een tweeling, like, mag dat niet? Dat mag. Magda en Danny. Magda en Danny. Mijn vader noemt Danny, ik vind dat niet grappig. Het is al Danny, hè. Magda en Danny nog. Rudy, ja, Rudy. Magda en Eineke. Oh my, oh my, oh my. Mijn tante noemt Magda en Eineke. Ja, wat is het nu? Je weet niet gesaved, ik zeg het voor een onkel. En mijn onkel noemt Danny niet meer doen. Oh, allee. Miggy. Danny niet meer doen. Dat is een flauwe, hè. Danny niet meer doen. Ja. Mijn onkel noemt dat zo, Danny. Maar niet meer doen. Ja. Danny niet meer doen. Ik ken een onkel, hè. Serieus? Ja, ja, ja. Maar lustert. En die kerel kreeg een uitkering, omdat hij niet goed kan zien. Die had gelijk twee kansen ogen, die kreeg dan voor een uitkering, die gaat niet goed werken. En die kerel die met een scooter, leg dat een keer uit. Ik snap het ook niet. Ja. Eerst er wel maar weg. Oh, ja, ja, met zijn scooter. Ja, dan kan je zo niet die man is erbij. Ik zie niks niet meer. Hoe gaar hem, Let dat toch maar een keer uit, zeg. Zeker. Oh, jongens toch. Wie is er nu? Wat lang met mijn onkel? Nico. Nico, is die ziek? Niet touché. Dat was wel een vriend. Jij is verliefd op mijn peer. Miggy, is dat spel nog al gedownload, joh? Serieus vet. Straks is dat weer server gestart. Oh man. Hoe zit dat eigenlijk? Ik zie mijn soldaat aan, man. Ja, maar moet maar even maken, dat is geen 100, hè. Nee, maar nee, het is niet al, hè, kraan. U kent probleem. Is nog het alleen, niet zo te zien. Ja, die mag niet meer. Ik heb gewoon een keer dingen mee. See you and me in the world. Zeven. Ik ga hem kort. Dat werkt gewoon, man. Al wat ik gemaakt heb. Hoe bangelijk is dat, joh. Die de rainbow high in the sky. Wat, hè? Ton. Je komt een mannetje spelen. Nee, dat zijn dan Martians of zo. Of van buiten, een arts wezen. Nee, nee, nee. Dat zijn... Hoe nee? Nee, nee, nee. Het is ook een planeet gewoon. Ja, ja, maar dat zijn dingen, hè. Dat zijn nee, beesten, hè, jong. Je komt geen aliens tegen, hè. Wat komt er dan tegen? Ja, zo een misvormde koeien of zoiets, zoiets in een aard, hè. Ah, adjacentje. Heb je dat nog geweten? Heb je dat gepost had met de Lamar? In Blom? Die koe met Lamar. Oh, oh, hey. Hoe is dat dan allemaal? Ik ken het weer, man. Maar nee, hij is toch mute? Het is zeker niet de toon, hè. Kijk, hij is een mute. Ik weet van niks, jongen. Dat is zeker bij de toon, dat is niet een dolle mond. Zit. Dat is kei. Zet dat hierin. Hé, dat is echt een chic. Ik wil er ook zo. Mij. Dat is mij, joh. Ik zal hem eens brengen. Wow, hier zijn een keer een mondje meegepakt aan mij. Hoelietje. Oh, was dat een 45 kilo? Geen probleem, hè. Die noemde te komen. Ja, dat is echt. Ik vreet alles. Niet alleen kolen. Ja, oké. Okay, we moeten even focussen. Rustig dan. Leg het. Nee, laat hem gerust. Laat hem niet rustig. Kom aan, jongens. Ik doe nu heel de taal, maar nu laat je me niet rust. Ik zeg dat niet.
Ja, maar zwicht dan? Is dat toch? Zwicht hier, ik het toch niet? Wat moet je hier duidelijk mee? Het is te vroeg met je. Tom, fietsen is fietsen. Moet toch wel met de borst. Eigenlijk is Spanjaard te vroeg. Hopla, 1-0. Moet nummer 7 is goed geweest. Jaden Sancho, het zal het zijn. Die zijn bijna 20 is dit. Ja. Ik zit trots op je. Tom. Ja. Heb je nu die nieuwe spelers er al ingezet eigenlijk? Nee. Oh, hij zit toch zo. Maar dat komt goed. Dat komt goed. Oh, moet je het eerst zien misschien? Dat komt goed. Dat komt sowieso. Dat komt sowieso niet goed in de wereld. Jongens, ik heb een vraagje. Bent er een hoge stoelman erin? Ja. Serieus? Ja. Kijk, ik kan hier eigenlijk een home cinema staan dat we er niet mee gebruiken. En wat moet dat kosten? Moet de soundbar kopen, dat is veel beter. Wat is de vorm, Tom? Waarom dat we geen home cinema mee gebruiken? Ik heb ook een soundbar. Wat dat dan moet kosten? Niks. Wat wij dit weg? Maar is nog veel, hè? Dat is goed, breng ze maar dan. Ja. Je bent nogal niet al, hè, dat waard. Oh, ja, anders moet je het vooral aan dingen. Je noemt die zijn de maat van toe aan dingen. Rudy Peer. Oh, ik dacht zei dat je de voet ging zeggen eigenlijk. Ja, ja natuurlijk, ik heb wel een niet wat in. Maar dat is die zeunen van Magda niet. Oh, nee. Ja, altijd van die flauwe moppen, hè, dat is echt. Ja, precies. Duidelijk, duidelijk. Ja, noemt die server hier eigenlijk voor je. Kom. Daar een keer. Er is Bjorn naar je bloedheid. Die server hier. Morgen in de week heb ik wel eens een auto om naar Stoom te halen. Oké, okay, dat is die server. Dit ligt hier. Ik kan niet van. Typhoon. Typhoon? Ja, wat weet van dat? Typhoon gamers. Hier, wat ik gewoon uit dat intake. Het is altijd. Nee, maar kan niemand een home maken? Ja. Dat maar Ton wel, blijkbaar, maar ja, je wil daar niet brengen. Ja. Nee, ik kan hem niet brengen naar mijn toonbeest. Ton zal er wel achter komen. Nee, het is omdat ik een foto krijgen en ik hem op internet staan. Maar als het verkoopt hem, als je nog iets kunt verkrijgen, waarom niet? Oh, ik kan hem nog staan. Ah, maar, kan hem al staan, nee. Kan hem al staan. Ja? Ja, zo te zien staat nu mijn favoriet. Daar. Maar ik wat even van eerst nog een keer. Daar nog een keer een foto'tje vragen op Facebook zijn of te lopen. Oh, dat was de verkeerde spirit. Hoi, Adrie Laantje is hier te volgen. Wie is jouw reet? Hij wil zijn een home cinema besproken. Nee. Dat is hij niet, maar drie loutjes zitten van. Thomas, heb je dat spel ook, Arma 3? Ik heb Arma 3, ja. Ga je het ook spelen? Typhoon maar games. Maar ik heb niet alle DLC's. Dat is niet erg, ik woon niet. Ja, moet je dat wel spelen? Nou, we gaan ze een keer allemaal. Max, weet je nog een tiddy match niet koffie? Ja. Max. Totdat hij ons zonde. Ik had eigenlijk de eerste DLC, dat had ik wel. Ja, ik ook. Maar voor de rest niet meer eigenlijk. Je moet hier niet nog een keer doen, zei je, dat je een 4 hierbij bent. Nou, hey, wat heb je? Je hebt er nog eigenlijk van gedaan, bro. Ja, het is één veel met mijn vingers die spitsen. Je moet ja, Miggy had trouwens. Miggy, weet je wel, spannend. Ik heb gekocht, hè? Forest Village. Arma 3, dat nu wel spelen ze. Ik weet het al, stop's af. Ja, Forest Village. Forest Village, hij neemt, maar we kunnen niet koop. Ja, dat weet ik, maar. Wel een keer leuk, hè? Waarschijnlijk. Dat is voor op de maan, dat is voor op je een beetje. Ja, maar ik moet nog een keer wat leiden. Weet je wel spannend? Moet ik een beetje te leiden staan, maar je kunt mods bij jou, hè? Je kunt de mods installeren, hoor. Ja? Ja. Doe het.
Kevin Dix. Ja, ook zijn eerste red als moze directeur. Wie die? Wanneer ga je het om bij hen, joh? Ik wil het ook spelen, maar ik weet niet wat ze hebben daarover. God, okay, dan gaan we, over naar een Tom. Toen er niet afgeleiden. Ja, schoolniveau. Jelle. Ja. We gaan weer in Arma spelen. Ga ik niet weer. Die niet? Nope. Morale. Dit is een goed bezig. Hey Brent? Wat? Ja, ik vind dit zo goed bezig met mijn besties. Ik heb net een objectief van een 4 gewonshot. Nice. Mijn FV of wat? Boy, a turret, bro. Ha, mijn FV? Ah, en nu de jagdtiger. Twee kills, 3 kan damage. Ja, wat server is dat hier? Hoe noemt hij nu weer die server? Typhoon Gamers Museum. Ja, ik heb dat weer. Maar Altis, hè? Het is Altis. Ah, maar het toch geen Altis live, wat? Waar ja, dat ga je hebben. Ah, je is misschien bij server restart. Ja, dat is wel ander man, of daar was ook. Nee, maar ik ga er direct op komen. Ik ben juist mijn spelletje FIFA aan het afwerken. Ik heb een verkeerde controller. Hoe mijn andere controller heeft. Want die is installeren. Dus ik had plekker. Dat was anders wel eens gewoon al geweest. Familiaarden. Dat zijn veel miljoenen. Wauw. Wat heb je die gepakt? Oh, wauw. Heb je straks die gepakt? Nee, Miggy. Nee. Dat is alleen Miggy. Ach jee, hoi Miggy. Hé, 55,4 jaar ben dan toch? Hoi Miggy. Hé, gewoon hoi Miggy. Miggy is aan het downloaden. Miggy. Oh, waarom? Wil Miggy moeten zien? Ah, praat. Hey, Bring best bakje bier mee. Achter de vriendinnen. Waar, je moest er komen, hè. Ik kan nog dingen leggen. Kinderboeino. Ja, kinderboeino. Top, hier ook. Hè. Dat voor jou. Dat is lekker, hè. Doe dat awesome in het werk. Kinderlijn. Dat is keigoed, jongen. Dat is masselaar, jongen. En zie je die bolletjes. Die kinderen eetjes, dan. Moment toch. Ja, sorry, dat maar doe geen drugs. Dat klinkt wel heel fout, hè, Miggy. Ik doe geen drugs. Nieuwe drugs. Miggy, met al je drugs weer, al je weer beginnen, joh. Holy shit. Echt. Topt hij dan niet, hè? Is hij ziek? Die ziek misschien. Dat was wel een goeie. Die vond ik wel het beste vandaag. Jij tot tussen geweest van je werk, ik ga wel vieren, hij is hier niet ziek misschien.
Dat is er wel heel over. Tja, dat was toch een gewoon vraag eigenlijk. Ja, maar ja, het is goed dat je ziek bent. Maar je niet dat dan met zo'n braak en zondags niet. Wat is jij? Kom op. Dat is niet nee, goed. Nee. Oh. Ik ga nu dingen gaan, hè. Je doet op café. Meter, hè. Van die die kan. Ah, ja. We zijn aan kevel evenementen. Gestart op Facebook. Meter. Jelle voor alle. Ja, ik vind dat wel zalig. Jelle voor alle. Dat is er zo over. Kom het, Miggy? Nee, het is vrijdagavond en ik zit dus. Dat is een chica. Zeg me, Miggy, zeg me. Niks zeggen. Allee. Allee, wat? Godver! Björn? Doe me. Björn? Ik ga direct komen op de server. Hoe gedaan, Trond? Ik ga met de Miggy. Doe me, zeg. Miggy gaat vandaag niet meer komen, blijkbaar. En hoe lang is die al er laatst al bezig, Tom? Ik weet het ook niet, die blijft duren, die Miggy. Yo, dit ging fucking spin. Ik zeg, je ziet toch dat Ben nog van 45? Je ziet toch van 45 hier aan Ben nog? Heb je weer op ebonybooty.com gezien? Weet je dat? Dat is de zwarte piet, dat is. Het is de roe, hè. Oh, we zitten neem daar eigenlijk al te rettelen om meneer zo. Ben het niet aan. Ben het naar binnen, het weer bal is deze spiegel. Zeker als meer weer. Die spiegel is dat weer bal meteen aan. Wat is dat hier? Yeah. Are you talking to me? Kan ik hier opeens met die moustache? Ik kan het niet meer. Kijk, ik hier direct een moustache. Ja, oh, fuck. Kan ik hier direct een moustache? Ja, die is goed, hè? Die is kei goed. Ik vind het ook wel goed, hè? Die is echt goed. Yo, wat een mogol, man. Dat kunnen net zo goed doen, man. Ik zit een keer op mijn tanden hier. Kom maar, ja. Dat is hier van vlakbij, hè? Dat is echt. Ja, en dat is niet nog zien van dingen dat hij op de boot staat van de Titanic en dan. Nee. Tegen die ijsberg. Ik wil een meter. Oh, wacht, ik heb nog een. En die in de boot? Had je die gezien? Oh, Wesley is dus, hè? Hij is hem zeil. Door is hem zeil. Wesley is een sexy naam. Fuck. Ik heb nog niet verstaan. Nee, de bugs, joh. Oh, jongen, zwijg. Je mag de commander zijn dat alles mocht, hè, joh. Oeh. Oké. Hoe wil je het goed ontvangen? Hoe heel goed ontvangen, jongens? Hey, jongens, zeg Miggy, stoontje. Oh, mijn sexy wish. Zeg Miggy. Daar maar niks meer. Ik ga meer online. Nee, het was fuck, hè? Nee, man. Dat kon niet, hè? Is dat nu een ruzie maken met de spiegel, of is dat toch? Denk het. Een ruzie te maken met de spiegel. Nee, je vindt raar dat dat weer babbelt. Nee, jongen, met je lelijke snor. Dat is die streep op mijn kaak, zeg. Een vette gelijkske, jongen. Kijk daar, en dan is het nog, dat is Maradona wit.
Dat zit hier in de gwette, mijn oom. Allee. Jullie snoodaartsen. Is dat dit lang, hè? Bakkes, jongen. Nee, dat staat dus van toch dat je zegt, je ziet wit van ogen, dat is niet wit van ogen, dat is verwen en bakjes. Oké. Ik zit hem ook eens eigenlijk gewoon. Blijkbaar plat in de boot houden met z'n snapje. Gaan we een keer verzetten en zeggen, wat is er gebeurd? Wat is er aan het proberen te maken? Zijn tank aan het proberen te maken. Oké. Moet maar weten. Succes, cool. Hoi. Oei, je kunt wel niet bouwen dan. Oh! Type 4 ga je one shot jellen. Nice. Hij zit in de garage. Ik heb hem in de garage. Ik heb hem in mijn garage gezet. Dat hem daar maar krap tegen zijn spiegel. Ja. Ik vind wel. Nee, laat ze weg. Ja. We zouden wel een werk moeten afmaken tegen koekenbak, hè, joh. Tegen wat, hè? Tegen koekenbak. Van wat, hè? Als we werk hadden moeten afmaken. Ah, ja. Ja. Moet mooi zijn, kijk. Moet mooi. En het zijn we zo, dus sorry. Ja, er kwam meer zijn. User was moved to your channel. Dat is eigenlijk ook nog een beetje een scheet aan het worden. Want dit gaat ook niet veranderen. Een gesprek. Is dat dit lijn, man? En wat heb jij vandaag gedaan aan het werk? Ja, ik heb wat pakken verzet. Oh, ik ook, toevallig. Heb je ook dat probleem met die spiegel? Die klapt altijd maar weer, die wil niet stoppen. Allee, dat kent hij nou mee. Ik kan er niet vertrouwen aan dat kind. Doe eens dat. Doe maar vier. Goh, doe eens dat. Download snel uit van Miggy, door je arm af te doen. Die download snel uit van Miggy. Miggy, hoe zit dat eigenlijk? Ah ja, jezus. Ik heb het niet gezien. Spiegeltje, spiegeltje aan, de man. Ik wil de meter. Oh, het is wel weg. Kom, kom. Ja, ik haal dat die blufteur nou zo ik hier een vijf moet doen. Ik weet hoe dat gaat. Zeg niet. Je moet meegaan dat je weet hoe dat alles staat in de kliniek. En dan zeg ik, maar schat ik het of hoe? Moet je bezig dat ik veel in de kliniek was, hè, maat? Dan komt die kleine daar op een kwartier uit. Daar, salut kliniek. Al de werk voor. Op een kwartier. Dat is op een kwartier. Voor mij? Ja, dat is nu een keer de letterlijke vertaling van een vruchtje kak. Ja, oké, ik ga Arma opstarten. Ik weet niet wat hij er gaat doen. Miggy, tot morgen. De bende is aan het houden. Eerst bezig aan de motse bende. Stop dan toch 2 minuten in abonneeboody.com, zeg. Alsjeblieft. Is wel live cam girls, hè? Wat? Welke site? Live cam girls. Filipino. Ja, Filipino ladyboys.be. Ja, hey, ladyboys noem ik geen jelle, hè? Ja, wat? Oh ja. Dat kan nu niet laat zijn. Dit is wel. De heenprummel, dat kwam ik hier dan wat denken. Ja. Hey, Voldy. Je kan join de server, dat is goed, hoor. Yo, ze hebben al de mods. Ja, ik heb
Ja, oké. En je mogen? Nico, ik heb het gesleden. Ja, en de min is gecrashed. Allemaal door Miggy. Kan ik geloven? Miggy. Ah, oh, komt er een man en het is weer een bus. Ja. Dus al dat niet. Hey, het is al server restart geweest. Tarte. Cancel. Change log. Björn, zet je er al op of niet? Die zit ervoor. Wat een vraag dan, hè, joh. Oh, fucking hell. Blijf in een zak, man. Dat is echt, hè. Hey, ik moet ook een mod downloaden, what the fuck. What the fuck. En wat commentaar. En wat commentaar geven op de Miggy. Ja, dat is eigenlijk niet te doen. Ik zit hier al een hele tijd te wachten en ik moet nu zelf doen. Ja. Wat mooi. Dat is allemaal de ru. Je had niet gesaved. Anders word ik hier. Jelle, het is nachtje. Zijn je 7 aan mijn tijd? Ik weet niet. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk... Oh, dat kan wel. Oh, dat kan wel. Wat is niet veel, jongens. Kom bij de head uit, hè? Promoot, die heeft Jesco voor zijn recht gegeven. Maar dood kwam niet online. Pas niet online kom. Alright. Gewoon een lot niet, om. Jorn, zet je er al op? Het is dat ik hem even bruin. Nee, hij is bruin. Waarom moet je? Het is rap weg, weet je wel. Jelle. Het is hem niet, jong. Maar ben laat hem dan maar doen, ja. Je had niet op die S komen, ik heb een meisje, dus doe het geen helemaal jelle. Toen is ik er... Altijd op de Miggy met wachten, Piek. Oh, Miggy. That is not the way. Oké, ik had bijna iedereen een hatsen, hè? Nee. Nee, wist ik. Nee, nog niet helemaal. Nee. Allee, zeg het dan eens. Ja, ik doe gewoon mee onder sociale druk, Miggy. Ah, voilà. Groepsdruk, hè. Dat is hier, dat is hier, ik zo gemist, ja. Ik was gewoon een meter. Zo'n toffe kerel. Hoe zeggen ze nou weer, with every bullet so far? With every bullet so far. Oh my god. Dat is toch jongen? Dat was toch wat, die dingen die hardcore versie. Dit is gewoon. 100 kilo. 100 kilo. Kijk, 100 kilo. Shit, jongen. Moet ik hem erop zetten, misschien? Nee. Kom aan, jongen, pas. Schat, we hebben die mensen zijn vlauw verkopen en alles, hé. Dat is toch wel erg, eigenlijk, hè? En nu is de verlikking gemaakt met die politieker, dat is toch wel magistraal. Ja. Die ligt er volledig op. Met de politieker? Ja. Hoe noem je die? Ach, ik het anders. Er was een vergelijking gemaakt met Sean Newke van de volgende. Ja, het is dat. Dat heb ik wel gezien. Man. Maar ook met die politieker, Ben Weitz, hij ligt er volledig op. Ah, Ben Weitz. Zijn ze naast elkaar gezet. Of vindt het wel erg. Oei, die kleine weer wat. Ik ga beter een beetje zwingen. Wat? Ik vind het niet. Is er hier nu iets ras aan het afdoen? Wat is een motto? Ik dacht al, ik zei het is donker misschien. Die van het van. Mijn buur is zodanig een grond, steek zijn verstand in de volgende. Ik dacht dat het is. Die zie je misschien. Ik noem dat niet ras, er is er maar één op de wereld dat kan doen. Zeg. Hallo? Hela. Joske. Joske. En de kind die dat spel allemaal al staan. Allee. En de opening zijn? Manny, het heeft mijn beste spelen. Nog 50. Waar, hè? Komt dat? Ja, weet ik niet. Dat mag ik niet zeggen. Ja, van kloor te veel, hè. Waarom dat we anders maar met 3 of zo zijn, hè? Ik zei het al, dat is ik. Donner is al, dat is een spiegel, maar. Nee. Ja, zeg maar, kom. Ik heb dat niet gezegd. Nee, Tom, ze noemen dat gewoon een zeldzaam moment. Iedereen wil daarbij zijn. Ah, collega. Het is gaar gedaan. Jij durft dat toch niet. Oh. Allee. Nee, ik spoor nu niet, anders is toch zo net die commentaar hier. Kom, het is hier niet meer alleen, hè, zo te zien. Ja. Toch maar de Miggy.
Dat vind ik toch wel weer een probleem. Vind ik eigenlijk wel dat een ander eind neemt met mute eigenlijk. Gewoon, ik zeg. Biggie, ik zijn uitblij dat je er zit. Dank je wel. Ja, dat is eigenlijk mijn Nico, tijd. Nico, bij mij nog 25 gig. Godverdomme, zeg. Dat is 5 minuten, hè. 5 minuten, hè. Ik heb daar juist drie launchers op gestart en ik wou dit toch nog zo'n zeetspel niet. En Miggy en hij? Hoeveel gig nog? Wat was hij? Hoeveel dagen nog? Want ik heb de muziek sneller zagen, ook gewoon een keer. Hé? Ja. Maar dat vraag, hey, hoeveel dagen hij nog moet downloaden van je spelletje? Ah, moet nog redelijk, is die is bezig Thomas, met 5,4. Ja. Thomas, je moet niet beginnen klappen gelijk Rudy Per. Hè? Huh? Ja, dat zo heet de neef van Magdalene. Dat is klap, dat is klap. Nee, maar je ziet nog dat bijna toch van 45 gig. Biggie, je chance, het is nog 55 minuten voor server restart. Oh, het is dat. Kan nog dit, hè? Mooi hond. Ja, maar dat is wel chique, dat is niet heel veel. Je ziet tot dat bijna van 45 gig, ik weet niet wat, man. Maar... Oh shit. Ik wou dat niet meer installeren. Nee, die noemt wel antenne. Maar je ziet toch van 35 gig antenne, hoor, ja? Verstand ook niet. Op je Steam? Ja? Ah, maar dat. Als je A3 lounge hebt geïnstalleerd. Ja, is dat er al op? Ah ja, dat is weer een ding. Je moet van je A3 lounge. Ja, ja. En nu al download. Ah, hij is bij mijn mods, ja, kijk wel eens, hè. Ja, die mods, ik kan dat ook, ik kan ook zijn, hè, wat de fuck. Maar dat zijn die mods van A3 Launcher, dat nu al aan binnen is. Ah, wel laat ik maar niet, dat is iets met Google, hè. Nee, maar ja, dat zijn wij hoog mods, hè. Als je die in de sneeuw dat niet goed zeg, hoor je nou die mods, of die zijn dat issues, hè. Waar die mod van die sneeuw heeft hem nog een keer apart ook moeten doen. Vooral dat hij tegen 30 seconden dat ik heb nog wel. Ja, zeg, en als je niet aan je mic zit, mute je, maar we kunnen er heel goed spraken over voor mij, Bram, als je dat weet. Ik ben niet erg, moet je dat door niet. Ik heb hem dat door, ik zit er hier nog, hè. Ja, maar willen we dat jullie? Ja. Ik zou je heel mute nemen, oké. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja, de weet niet. Nee, ik ken het. Maar is lang alleen dat ik dat hoorde. Ik ken het. Ja, we zijn als van zijn. Of waar ik op ziek hier. Zegt ze? Of noem je het ziek? Ziek machine. Ziet er wel een beetje blikjes op? Ja, iedereen is er. Hele dingen. Ja, top is dat er de S van is niet. De jelle, nee, die is van Matten. Wat de. Rukmarathon. Ja. Dat is de winter die je rukmarathon. Is al net op de roeren bezig ook, hè, aan het vrijen. Die was al van genoeg bezig aan het zeggen dat hij moet opsluiten en dat hij moet slaan. Oké. Dat is weer de reden omdat ik nooit naar de hele gaan. Ik ga het niet daar zijn, je moet al niet werken morgen. Nee, maar ik kan dingen nu schema. Ik kan ook beter weinig volgen mee, hè. Ja, ik kan schema, dat nu zo traag nu, hè. Dat is raar, hè. Vroeg wakker zien, moet ik gaan. Ja, alle. Turbo, jongen! Bam, jongen, bij bokkes! Verzeld dan, hè. Oh, ik ben ook nog niet geslapen, de mannetjes zijn ik er allemaal online. En tegen wanneer dat Miggy eigenlijk een keer kan meespelen, is het 4 uur. Ja, ook zijn mijn mod dat Ben al zijn. Het is er komen nog voor ieder hart hier op zijn keren. Ah, hé. Miggy, Jelle, Toon, Jan. Oh, het stopt al, hè? Het is al dan, hè? Bot. Maar. Mijn Antwerp heeft toch ook weer gewonnen met 4-0 vandaag? Hij is 4-0? Ja. Ja, de vulle pastoors, ik ga weer mijn bladje in de juiste. Ik vind dat ook, jong, 4-0 is te veel. Ik had twee bladjes gespeeld vanavond. Alle twee weer de minuten gejaagd.
Godverdomme. Rotzappen. Allee, joh. Nee, zeg zoiets niet, joh. Godverdomme. Maradona werd hier in de straten. Ja, ja, dat is van dat snufwet hier. Een parkeerwet is weg. Heb je me dat filmpje nog niet gezien? Ja, 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 ja. Nou, ik kon dat filmpje nog in de neus staan. Ah, dat is met hem nog een op, ja. Dat filmpje nog in de neus staan. En wat, jongen? Maradona weg. Ik kan iedereen ook al bij hen spelen, toch, jongens? Het is nog een uur en 58. Wie is er nu eigenlijk al op aan het komen, man? Ik ben niet meer mee, hè. Nee. Ik kom daar niet op, zo, op een spel. Ja. Nee, je hebt ervoor zijn, hè. Voilà. Dat ligt eraan. Je hebt tegenwoordig zo van die erotische games waar je zo zelf je avatar kunt samenstellen en dingen doen, hè. Oh ja, en dan 3D en dan moet je voelen, dan al. Ik heb 4D tegenwoordig. Oh ja, dat komt dus van achteren. Dat met een natte bijl aan mijn nek en zo. Dat komt dus van achteren, ik vind dat beangstigend. Het is nog 2 uur voor server start. Ah, dat is mij al 4 keer gezegd op 2 minuten. Nee, nee. Het is toch wel eens hier. Het is toch er misschien wel eens aan. Goed luisteren, hè. Het enige probleem, hè. Shit. Goddammit. Shit, dat hij helemaal vindt. Mens, help. Ja, ik sta beneden, hè. Dat was eigenlijk niet snel genoeg voor jou. Oh, klein is ik wel, man. Ik heb hier al werk gedaan, zeg maar. Miljard. Ah! Hier komt de babel. Zijn jij gezakt vandaag, Huisko? Nee. Nee, ik heb eigenlijk een vrij goede sessie erop zitten. Hier. Kom, schatje. Ik heb een speciaal, niet meer met mijn dingen bezig. Ik heb op blijkbaar, als die kip is niet aan. Dat is wel waar, dat is wel waar. Dat is wel waar. Op dit moment op 76. Oh, nice. Johan? Ja, wat is het? Zijn jij nu online aan het komen? Ik probeer het, maar ik wil niet. Maar welke site zijn jij aan het kijken? Ja. Oh, nice. Oh. Er was show in de... Yeah. Wie had er eigenlijk happy half komen opgezet? Ik vind het de max, denk ik. Ja. Ja. Oei. Dat wordt moeilijk. Want toch proberen. Cheek to cheek. Here we go again. Met de visjes pompen, jongens. Kom op. Stel hem ook weer online komen. Dat is. Dat is nog zo'n panier, hoor. Ik had het. Tot. Cheek to cheek, yeah. Dat is lekker spelletje dan. Oeh. RPG. Ja, kijk, ik zit hier heen aan dat Xiaomi te halen, omdat ik op 7 ben. Yo. You have to wait because it's Arma. Oh, fucking hell. Hoe ver is dit dan hier al? Wees te ver. God. Waarom kijk ik dat toch wel als mijn drie keer? Maar ik vind het niet. Oh, meneer de burger, zit zij niet wel achter de.
Allemaal koffie. Allemaal koffie. Dat is shit. Hoe zit dat dan? En minder tackle wordt wel weer eens niet, hè? Dus... Wat? Hé? Hebben we een tackle? Kom maar nog eens morgen, ja? Nee, ze dekt weer. Jo. Maar rust. Hoe zeer. Wat is dat? 700 meter van mij. Nog wel een zin, hè? Hij is die. Ja, dat was vandaar. Here we go again. Hey, dat is wel crazy. Ja, Miggy. Dit is mooi. Ah ja, als je het ook oké hebt, dat ik zo'n keer draag en hem. Of iemand van je onder. Ik wil dat niet kiezen of zoals een man. Ik ga naar het hier, ik werd zelf al goed zijn. Nee, wacht. Iemand van je. Ja, ik moet eigenlijk een bedje. Die een bedje uit de peloton. Is er een twee van je onder? Nog het grinden. Die in regio Oostende woont. En die in... Ja, in... wij die home cinema niet wel. Nee. Die ofwel een home cinema moment. Ofwel een helikopterbak. Wie is hier de Miggie? Wat misschien de zeunen? Het is niet omdat Miggie oud is dat hij een... de computerbak moet, hè. Allee. Nee, maar misschien is het klein of zo, ja. Misschien moet je dat onder weten, dat zegt dat ik kan nog gebruiken voor stijl te recycleren of voor, ja. Je moet op zijn systeem te werken thuis. Ja, ook. Daarvoor kan ik het wel gebruiken. Ja, dat doen ik zo ook al zo, man. Dat is je zeggen. Net zo, kan je niet de bak aan je neer weg. Op een naambak moet je fietsen, event. Fietsen en fietsen. Fietsen is fietsen. Je ziet alleen dat, dat is typisch een Antwerpse sporter. Wat zie je? Dat is echt lekker in de ploeg. Ja, nee, ik was gewoon, ik versta dat niet, want hij gepleit altijd van die kleine ploegjes. Waaah. Toch gewonnen van een ander leg, dat is goed. Ja, dat is wel, dat is wel. Dus dat is geen referentie meer, maar toch, dat is goed. Maar... Was dat nu voor dingen? Voor en, de... En voor de Jubilee Pro League? Gewonnen van Anderlecht. En Brugge, heel moeilijk gemaakt. Ja, maar luister een keer. Was dat nu... Ja, was voor de competitie. Anderlecht, competitie? Ja, weer verloren Anderlecht. Anderlecht. Dat is nice. De laatste, jawel, de competitie wel. Ja, Anderlecht was competitie. Dus nu die finale was competitie? Ja. De 4-0. Nee, 4-0 was een Antwerp die gewonnen had, hè? Ja, ik weet het, maar dat was weer Antwerp gewoon op een ander recht. Nee, dat is wel. Nee, het is niet tegen. Nee. Vorige week had Oostende van Anderlecht. En Antwerp en nu gewoon van Waasland-Beveren. Ah, van Waasland-Beveren, ja, het is dat moest weten. Maar Antwerp en nu wel goede zaken gedaan. Dus je wint tegen Waasland-Beveren, want KV moest zondag naar EU en als je wint tegen EU. Springt weer een tuklaan naar boven. Ja, ik zeg.
Ja, ja, ja. Yes. Oh, Miggy. Ja. Moet je hem op de computer hebben voor Luca? Maar je lacht, ja. Misschien voor hem voor spelletjes, simpele spellen te spelen of zo. Van wie? Minutenbak, waarom gratis dan? Je moet nog voedingkabel aan aanzetten. Nee, ik kan alles leggen. Voedingkabel leggen, alles leggen voor je. En je werkt nog, allee, rotjes eten, dat nog niet. En misschien voor Luca, voor simpele spelletjes, ik mag hem aan gratis. Ja, zo kan er later komen. Ja, je staat nog niet bij Mintus, hè. Je staat nog bij Alessio, maar Alessio had ook even voor zijn eigen vak toe te stellen. Over met de maal. Dacht ik niet, ik cover op, maar. Dat had ik al gezien, dat ik cover had. Ik stond naar hem voor te zeggen dat ik zijn kabel weer ingevoerd heb, de voedingskabel. En ze hebben opgezegd van ja, maar ik kon hem niet meer nodig hebben. Mijn moeder had gezegd dat beter is. Weet je dat, wat er triest is? Ik krijg een PC aan het openstaan. Ik zei ja, dat is gelijk waar redelijk hoe de stijl is. Ik zei ja, het was een goede bak. Ik zei, kan het niet zijn. Hij zei ja, maar ik zei ik kon hem niet. Maar wat is betrokken aan Onkel School? Ik zei van ja, ik zei misschien voor Luca. Dat een beetje te behen. Of Meta. Ja, ja, maar dat is goed. Het is bij hen, hè? Ja, het is wel, hè. Dus. Oh, dat is een schoenen. Oeh. Zoeken we een jonkies van. Goed. Zeg wel, hè, zeg wel. 100 euro. Maar dit zeg wel, ik zit er niks mee. Ik zit er nee, 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 nee. Ah, maar ook zijn misschien van Luca, ja. Het is bij hen. Ah, maar het is goed. Ik ga hem aan de kant laten staan voor jong Tom. Ja, is zo, het kon laten komen. Oké. Okay. Oei. Maar ja, je had eruit gekomen. Zie je ziek? Maar ja. Dank u. Ja, ik zie ziek. Zie je ziek? Ja, dat kan maar doen, dat kan maar doen. Je is on tour. Je bent on tour, man. Is het een beetje aan de last komen, zoet? Ja, no. Is het zo'n mixje. Ah, dat is daar. Ik zeg, fuck you. Even waar word ik geschoten. Wat is? En tot een auto de man. Ja, maar wat kan me doen? Gewoon in de midden. Is het een van die antibiotica? Ja, ja. Slecht komt. Mhm. Een pintje aan mij? Nee, ja, wil je niks doen, hè? Ja, de dokters zijn daar. Van die ging al naar de nachtwinkel geweest, hè? Dus, dat werd dan niet altijd gezond, hè, Tom? Bij je zoon. Dat gaat niet goed aflopen, hè. Ik denk dat je had dat, ik denk dat dat redelijk zwaar antibiotica kan zijn. Ja, ken het. Ben ik hier niet ook vragen? Nink! Dat ken ik ook. Dus serieus, hè? En hey, dat werkonval, wat was dat eigenlijk ook, dat vrouw? Dat werd hem niet mee, hè. Waai. Het is een ander stoel dat hij mocht. Nee. Ik kan Rutte en mijn normen hebben. Ja, dat zat er wel een redelijke domme uit. Wij al splinter nieuwe Rutte wel een oppakking. Met nog een collega. En wel een collega en mijn biespring. Maar met de kop groter of ik. Dus wat is het? Mijn. Ja, wacht wel, even ter dingen, iedereen is een kop groter of hier. Ja, maar ja. Wat heb ik? Vanuit ik zie het glas, dus M is een kop groter of ik, dus wat doet M? M springt B en min. En M heeft B, maar voor min is dat, allee, moet ik zeggen, dat gewoon meer in de lucht voor min en ik heb minder balans op de rutte. Ja, ja, tuurlijk. Dus wat is er gebeurd? Die rutte is enorm lekker schoon. En je hebt erachter wel een pak. En is met zijn hoek ja, in mijn armen geslagen. En mijn slaghouder was deur en mijn pezen. Twee bot. What the fuck? Ja, dat is echt niet gezond, of wat? Ja, twee bot, alles deur. Dus kan ik ze niet. Lek ze niet. Kan ik dan die rutte? Dus kan niet echter blijven, hè? Nee, kan ik de rutte in mijn hand? Kan ik de rutte weer eens diep als ik zijn van jouw zaak?
ik ga die route moneren. En er stonden twee of drie collega's aan de zijkant ook te kijken. En natuurlijk ja, de slagouder was deuren, dus ja, dat was lekker een kind, hè. Ja, doei. Ja. Bij iedere keer dat je naar het komt, spat dat, hè. Er kwam er een straal vrienden toe. Dus ja, ik heb gewoon, ja, op het moment de route neergezet. Ik ga kijken naar mijn armen. Ik zal, ja, ik zal al dat bloed terugkomen. En ik heb een t-shirt opgedragen. En zijn collega trekt de kom naar me, een t-shirt gepakt. Hij heeft direct mijn armen opgedragen. Ja, knap. Ja, en dan zo, hè, naar beneden. Ik heb dat gezien, zie je niet meer, hè. Ja, en het blijkt van ons, ik kwam met beneden, dus het was een appartement. Ik was nog derde, dus ik ben naar beneden gegaan. Ik kwam met beneden, de chauffeur, allee, de kroonman, ik weet het, kwam toch met de EHBO-kastje. Met een plakkertje. Ja, met een heel plakkertje. Een simpel plakkertje. Ik zei, ja, ik zei tegen hem, zijn dat goed niet aan. Mijn moeder zei, ik moet nog zien, zijn mijn slagouder is deuren. Ja, dat zei, je ziet, zei het toe, kijk. Natuurlijk, wat doet, doen ze een beetje die t-shirt ervan op. En natuurlijk, ja, een straaltje bloed eruit, hé. Luk blij. Ik ben direct, ja, een kabinet, direct naar de kabinet gekomen. Ik ben in de kabinet gesprongen. En met dan, ja, met, dus ik heb nog een kader, ik ben hij tegen die kader. Ik zei, ja, bloed babbel tegen me. Ik heb dat bewust zien met die crisis. Ik zei, bloed babbel. En met de kabinet gereden, toen spoed en knokken. En knokken zijn van, ja, chapeau, dat je hier mee kunt komen net. Want mijn hartslag was nog redelijk savant. Dus ja, en dat zijn ze dat je leven gered. Dus ik hoef bloed te krijgen van je collega's. En omdat je zelf ook goed kalm gebleven zit. En kalm gebleven zit, sla je nerken niet rapper. En zeg, als ik het er ook niet meer bloed uit je lichaam pomp. Ja, het is dat, hè. Dus ja, en dat was een beetje, ja. Dat was zot, ja. Ik had die wonder gezien. Het zijn miljarden. Dus in feite kost je weer dood. Maar in slaghouder sowieso, ja, hè, lang, hè. En spoed zijn ze dat nog 10 minuten aan. Je kunt dat vergelijken met dat je maar geen eten niet meer zo maakt, dat zie je er ook aan, hè. Niks. Waarom ben je een chauffeur? Die elke dag goed bloedig blijft. Nee. Als er met zijn, dokters zijn van ja nog 10 minuten kosten gepasseerd. Ja, dat zal wel. Dus ja. Maar ja, bij jou zijn. Ja, je mag het. Je lijkt het momentje je feest toch niet aan mee, maar... Ja, dat is adrenaline, een beetje. Het is dat, ja. Oh, wat voor idee, wat is dat? Ja, ik moest dat zien, maar in speed van knokken kwam ik daar binnen mee. Al die dokters worden zo lekker aan het kijken om te zeggen van, wat doe je hier, wat doe je hier? Ik zei, kijk dat ding, ik zei mijn slagouder is deur, ik zei, ik heb een rit in mijn armen gehad, ik zei, het is al deuren. Ja, maar je moest dat zien. Uit al die kamers, waaronder het meisje zat, al die dokters vlogen door het systeem van de Europese machine in mijn kamer. Zij moest dat niet doen. En opeens zei, die dokters zijn verhaal, ik mag je in een operatiekamer brengen. Ik zei van ja, ik zei, voordat je me laat vertrekken, zei dat ik eens daar aan mijn vriendinnen. Ik zei dat ze weet wat er gebeurd is, dat wordt afzij. Ja, mama, dat was dit ding, zei hij. Nee. Zei lustig, zei je om een uur die kamer brengt, zei voordat je belde naar mijn vriendinnen. Ja, natuurlijk, die scootarts bel naar haar, die dacht dat de collega was die aan het lachen was. Ja, ja. Serieus of wat? Hallo! Ja, ja, ze loogde het eerst niet. Toen had ik gezegd dat bij jou, ik zei, oh, heb je telefoon? Ik heb toen de telefoon gepakt, ken ik dat toen niet geleden aan haar? En ja, toen, ja, toch geloofde ze het. Maar ze dacht eerst, ze zei, van je zei vroeger. Ja, dat is dat. Andere kant, wist je? Met al mijn collega's soms een loofbroek. We werden die aan de zijkant te pakken te krijgen. Zij, ja, normaal januari nooit weer gaan werken. Dus, ja. Dat was geen kakkerpis, hè, man. Nee. En altijd zijn ze tegenkomen, nee. Ja, dat kan niet bon zijn, En altijd zijn ze tegenkomen, nee. Ja, bijna net mijn oren. Yep. We zullen naar voorrang. Ja, ik ken op het werk, ik zit ook bij de brandweer, hè.
Op het werk heb ik een zijn been ook met zo'n tourniquet afgebonden. Die zijn, zat tussen hydraulische toestanden, die zijn been was naar voren gegaan. Die zijn kuitbeen en die zijn scheenbeen zat door zijn kitten erdoor. Dat was ook massa's aan bloei. Ja, blijkt van al, hè. Die rieten aan de film met bloed en mijn collega's en hun rieten steen. Wat jij ze laat vallen? Ja, goed. Die rieten is in een orme geslaan met genoeg. Vroeger ook nog een maand mee geweest met die rut, maar zo die drie dubbel net, dat begint toch al redelijk te wegen. Ja, een dat is een kotskool. Het was een trippel, ja. Het was een dubbel. Maar je moet wel een ongeveer. Iedereen dat ook niet gehad. Je hebt met die zuignappen, hè. Ja. En die hadden kapotte zuignap. Ja, maar daar heb je dat veel uit, hè. Ja, dus ik wist dat niet. Die had dat ook niet gezegd tegen mij. En dan een keer die ruit van naar beneden. Dus ik, ja, mijn reactie altijd dat er een ruit valt, Nico is weg, joh. Ja. Dus een ander, en laat je nu die ruit vallen? Ik zei, ja, precies, ik ga ze een beetje proberen te afdelen. Weet je, met die soms, moet je soms grote... Dan hebben die onze gitaarstormen, hè. Oh, de rechter. Van 500, 600, 700 kilo, hè. Wacht, die pas op, hè. Met de kranen, ja. En dat is dan ook met de zuiger, hè. En als je dat hebt... Er is een King Tiger aan het lopen, hè. Je pakken die rieten van de bok op. Je er dan toch iets aan, schroot je daarna niet aan? Dat is dan ook met de stek of klein, de neppes. En worden dat zo direct aan het vast doen. De kranenkantel, de wetjes is. Nee. Het was een kaart op de kurkjes aan het opdoen van die ritje. Ja. Op het moment dat de laatste kurken erop doet, hij komt van achter de rit aan de bok lopen, volgende de rieten, hup, van die zin, klak, en slaan tegen die bok. Dat ik er duidelijk zo mooi. Ja, er is nog een ambitie. Ah, doe maar. Was Stijn dood. Oh, nee, jongens, staan allemaal al klaar op ons, vind ik. En de chauffeur, woning, is de camion omgeslagen en hij... We waren nog maar redelijk wenshot, hè? Hij hem onder de bok beland van 2 ton nog. Dran? Ben hij, zijn die bok met riem opgehoffen, puur adrenaline opgehoffen en er van onder getrokken. Maar de kerel was volledig doorboord van glas en dingen. En nu, de 9e december, is die kerel weer aan het werk gegaan. Ik heb dus een jaar en een half geleden. Ik wel voor ik werk daarin. Dus nu de zomer niet geweest, maar de zomer ervoor, juist de dag voor de congé, is dat gebeurd geweest. Kerel, kijk, mijn accident. De dag juist voor congé. De dag... Was dat nu weer een vajon, Mickey? Nee? Is tussen, een machine is hier. Gewoon, boys. Ja, mijn band is machine is hier. Ja. En ook had er alleen een, van testje getrokken. Ik echt de waarheid, die kerel zat met zijn been daartussen, dat was volledig overgeplooid naar een andere kant. Mm. Maar die stond gewoon als we gelijk of dat je aan het toer staat. Mm. En ik als we, wat is er eigenlijk gebeurd tegen die kerel? En dan kijk ik zo naar binnen. Ik kijk zo naar beneden, ik zie dat been daar naar een andere kant geplooid. Ik had oké, het is hem. Ja, we er wist dat niet eens, dan zijn er gewoon een brandweerknop in geduwd, zo gezegd. En we er kwamen toe, hè. En ik pijs echt dat er iemand in de machine gekropen was. Allee, onder de machine kropen en dat er daar iets gebeurd was. Die kerel stond daar gewoon gelijk als op de leun ertegen en zo. Echt mega chill. Maar dat was dus die kerel dat hij het ook had. Ik weet het nooit. Het was toen dat ik mijn preventieadviseur een mot gegeven heb. Joi. Die was al de hulpverleners aan het wegpakken van die kerel, omdat ze geen geel hartje aan hadden. Weg van eerst in mijn staan. Die had er alleen maar tegen de tomaten gehad. Dat is hier eigenlijk niet zo als de mot naar binnen al is hier, wat verdomme zeg. Allemaal NPC's man, altijd niet moeilijk. Het zit niet op de meiden staan aan het valideren en hij zal 5 minuten op valideren. Helemaal van mijn ook, hè, valideren, het is ook dat. Jong. Het is valideren, hè, dat?
zijn hier gevalideerd. Wordt gevalideerd. Ik moet die brug. Jawel. Kom eens in. Hey, geschap. Nico. Dat is wel nice. Dat is naar mij kan bijna, hè? Kun je dat niet wel zien? Nee, staan. Man, ik heb geen nummer 10. Allemaal, dat is te leuk. Downloads. Nee. Afgelopen kon je dat zien. Al die DLC's naar binnen, hè? Verstaan niet? Maar je moet gewoon nog een keer op play duwen, je doet dat vast niet. Wat is dat toch aan Ben aan, hè? Het is wel een rode narcisme. Wat is dat? Ah, hier, hier is hij weer. Oh shit, Nico. Oh, kak, jongen, ik kan die Lorraine daar gewoon het midden komen, jongen. Nou, oh, mama. Echt niet normaal. Als mijn fout werk wel weer gaan zorgen dat je spot bleef niet doen, Wes, maar ik. Okay. Ik ben weer zot van NPC's weer hier. Ik kan toch even mijn kapje kool moeten hebben halen. Wat is er dan toen met deze? Ik moet nog een ding in een IMX gaan. Ah ja. Een M4 of wat is dat daar? Of naar een 1375? Nee. 30. 30, ja. Pijn tangspie. Nu ben ik met een brandhild aan het spelen geweest. Ja. Een fijn tangspie. Ik kan het zelfs mij maken als jij, denk ik. Wat dit DLC's, ik weet niet. UK, PvE, Typhoon Gamers, Excel of Mental Altis, maar er moet aan de DLC's van Jets, Tank Ops, Mission Pack, Lost War en Tanks, ik vind hem. Oei. We hebben minstens dat niet aan het doen, we hebben minstens niet heen. Kijk, nu is het nog best door ons aan het halen. Toch gaat hem niet gaan. Dat gaat die mods zijn, dat kan niet anders, dat gaat die mods zijn. Here we go again. Ja, dit had ik weet niet waarop opeens. Dat is 1 gigabyte, ja, dat zal wel zijn, ja. 1 gigabyte. Dat is die mods, dat kan niet anders. Mods zijn meestal 1 gigabyte en al, hè, ja, hè. Maar nu, het gaat er ook van 6 en alles en van 12. Oh, jij geeft van alles. Ja, maar je is nu bezig met een van 1 gigabyte. Ja, dat ook kan, hè. Maar gewoon een modsen. Met zijn mods op zijn bakkes. Toch ongelooflijk, hè? Ja, ik snap dat soms niet. Die dagen begint er gemixt. Die zijn ontwikkeld met die progetto en toch zat hij naar mij en ik mee een kogel. Ja, hij is bezig met die mods. Kijk, ik kan het doen. Ja. Op het moment dat ik even heel goed moet in een auto, want dan zijn ik weer heel mijn spel eruit. We moeten er een keer nog doen hier. Oh shit, man. Ben je ook weer al FIFA de Wii? Zullen we die aan nou voor een tekele bruine komen? Dat is goed van nou, jongen. Beetje combined firepower. Maar misschien kunnen we gebruiken. Oeh.
Hill? Ja, Hill? Ja. Of voor je naar rechts gaan? Dat is ook goed, hè? Dat weet ik niet, man. Ik wil eerst maar naar Hill doen. Dat is gewoon zin. Wij moeten doorgaan voor fast match ongeveer. Ah, ja? BDA, standaard B. Wel wat geweld daar rap boven kan zijn. En als je ziet, de gemiddelde heavy tegenwoordig, die is al even snel als ons. Dus. Oké, okay, nu is het al 4.5 van Ben dan. En wat? Man, man, man. Kom, op was hij aan het spelen? Nee. Die op wereldklasse aan het spelen? Dat is een keer normaal, jongen. Op beginners. Nee, dat niet. Rechts. Semi-prof. Ik wou die naar AMX. Nee, daar heb ik het niet over gedaan. Ik ben dat ik amateur speel. Kom terug, hè. Dan lieg. Oeh, als ik zie wat er afkomt, ik ga ook terug. Oh, dat heb je dan bij mij. Ik ga toch één rijke erachter even reloaden. Karel. Zoveel spelers. Ik dacht voetbal ze er nooit niet zien en dat dat een spel was. Hoe ver is dat dan nu? Dan krijg ik die en dingen op Maasie. Nee. Ja. Hij is bezig met de monster, ja. En die lang houdt naar beneden. Ja, ik zo één zoekje niks, hè. Je kunt het niet zien, hè. Maar dat is zo zeggen, na drie landjes, dat is één. Maar na drie landjes valt je de kei niet. Oké, ja, dat mag je nu met na drie landjes er vast mee. Dan zullen de mossen weer verder doen, de man. Nee, maar gaan we recht zitten? Mocht je misschien dat opnieuw moeten doen, toen. Ja. Nou, dat moet je nog verder worden. Ik moet tegen Gent. Ja, de launcher is running completely from server listing donations from you. Please consider. Is daar een goede weg voor over te schieten? Ik kan juist de beste keer op spel te zetten, want ik kreeg een bericht dat dit aan de bank moest zijn. Ja. Ik kan op cancel duur, maar toch alleen niet aan. Die dat gezegd hebt, moet je laten spelen. Dat je donation naartoe alle drie launchers kan het ook openen. Ik kan ook cancelen, dude, maar je blijft er lekker op staan, dus ik ga gewoon aan doen. Al die dat je gekocht hebt, moet je laten spelen. Te lang met online zien. Oké. Anders wordt het niet zo goed. Ja, ik kan ook niet te lang met online zien. 900 damage kunnen halen? Kost dat eens. 900. Nou. Weer niet goed, hè. Ik ben... Ik laat hem iedere keer trainen. Dat is wel weer beter. Morgen is hij al afgevestigd. Nee, om er eerst nog te kijken. Morgen? Ja. Ja, morgen kan ik wel weer online, ja. Hij aan maar nu? Ah, in de dag, ja. Ja, dat ben ik op zijn de verdepen. Mijn eerst naar die beraadingen. Erachter misschien. Ja, vind ik ook wel aan dat ze wel mokken zetten komen. Dat we dan een uur in de stad. Ah, van ons had al alweer. En dat kan mijn man een kop doen. Ja, maar het is ook wel, als dat al wel weet. Hey.
Ja, ik had hem nog meegehad in hartjes op het einde. Ah, eindelijk. Ik heb hem een low-roll opgedaan, dan weet dat hij niet dood was. 295 damage, man. Ah, ja, ja, wacht, kijk, nu kan ik het wel zien, ze. Eindelijk. Hier dus van damage, als bottom tier. Moet er niemand een nergokje, hè? En toch niet zo, hè? Makkelijk een. Oh, eindelijk. Hier kan ik het zien, ze. Ah, ik ben. Is de plek gaan staan. Ja, en dan moet jij bent. Er is zo'n noezelaar was die daar zo'n orke dingen zei. Oh ja, nog drie. Oké. Okay. Wat door, hè? Wat door, ja. Waar? Okay. De rest kan ook nog komen. Ach, kom maar, zeg. Hebben we daarop dat gewacht dat er nooit meer van gekomen? Nee, nee, dat is een feit. Maar het is daar gewoon, als dan die heb is niet aansluit. Ah, oh, is er beter. Nog. Ik heb zoiets van 6.6. Dan nog een van 1.8. En dat is het. Al die kleintjes al, nu. Die was nu 30 keer op Provecchio hier in de game, joh. Ik wil hem bot wel even af. Ik niet te doen, man. Met die hardcore, ik heb het even gehad. Nog iets anders of zo? Nu weet je, jongens, de rest ook ergens hoor, maar... Ik vind dat wel even toffer, even zo, maar nog een tijd zijn dat beu, happy hardcore. Hak, hak, in mijn trainingspak, pak, nee, wacht eens. Strak, strak, kijk, ja, doe maar, pak, doe maar. Pak, kijk eens hoe ik hak, hak, wees die zaken, wat voor... Nee, doe maar, jongen. Type and then, toen nog type and then. Nee, doe maar. Ja, kan nu de game, hoor. Pak dan Adele ofzo. Adele. Echt als ik het opzet, dan moet ik de bot nog terug opmuten. Nee, maakt niet uit, jongen. Niet altijd happy hardcore. Dat is constant dezelfde melodiek wat die gebruiken, hè. Verandert ook wel een keer in. Nou, oeft, 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 oeft. Nee, nee, ik hoor het beter. Ben je nou, Miggy? Net zo. Nee, niet meer doen, niet meer doen. Dat is 60, maar nog eens een keer erop. Nightcore. Is, ja, 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 brokken. Wacht, ik ga winnen. Gewoon een beetje retro classics of zo? Of? Ja, voilà, doet dat. Ja, he. Ja, dat is goed. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Adubakkes. Adubakkes. Fuck, fuck, fuck. Niet te doen. Bang. Ik wou daar wel in mijn draaier. Oh ja, dat is hey, nu bij elkaar, zot! Ja, Tom. Ja. Ik kon anders een keer een liefste deur sturen naar goede retro's. Maar liefste Spotify. Oké, kun je dat doen? Of lief? Kun je dat ook doen op Spotify? Ik zet hem weg, jongens. Ciao, hè. Cheers! Oké, dan kan je. Ik heb het niet gedaan. Geen vragen stellen. Nee, het is dat. We worden daar niet gefrustreerd van. Ja, want wij stonden in het begin goed te spotten. Je mocht daar redelijk lang rondrijden zonder dat je geraakt werd, hè? Ja. Ik ga naar boven. Ik weet niet hoe dat moet gaan. Ik heb echt nog meer. Ik ga iets anders pakken. Deze. Dat komt. Is het goed, Wesley? Ja, dat is goed. Ja, en naar Facebook. Misschien heb ik eigenlijk nog een op. Nee, maar die mannen van Happy Hardcore, die hebben volgens mij altijd dezelfde drie refreintjes. Ja, dat kan niet goed zijn. Maar het raakt veel in mijn koor en ook weer niet. Ja, ik kan er een account op. Hey, Passie, ik sta helemaal strak, jongen. Hé? Het is wel! Hé?
Wat mis je vindt? Oh, mijn rug. Even anders in zitten. Waarom doe je? Mediaker, standaard B, WZ 120. Ik kan niet te zot doen, hè. Wij wil het zeggen dat ik dus helemaal niet uitkijk, hè. Nee, maar ik kan dat wel. Waarom? Ik heb hier die turret-armen voor daar op die ritje te gaan spelen. Ja, dat is een één beetje nieuw, hè. Ja, ja. Ik zie wel een backup dat ik allemaal krijg. Is dat? Er staan genoeg TD'kers voor aan de overkant te snijden, een stuk of 5, 6. Ja, dan kun je ook in elkaar dan, hè. Ah, we die 30 zegt, je gaat naar verzotten. Ja, de masterkort. Ja, je hebt hier niet speciaal premium nodig, heen. Kenneth? Wat is? Ja, nee, je moet niet per se betalen, nee, daarvoor. Maar ja, anders heb je die reclame, hé. Dat niet te doen, maar het werkt lastig soms. Disconnected. Connected. Channel switched. Ja, dat hier gewoon heel mijn ploeg voorbij lopen. Wat moet ik dan ook? Spotify is echt wel ja, we hebben zelfs de vorige keer de roken gevraagd van Spotify. En te zorgen. Microphone activated. En stel dat je er alle twee een aparte dingen zet, een aparte Spotify wil, is beter voor de family, Spotify family te doen of ja. Twee aparte kosten. Ja, dat is bij ons, ja. Euro, dus dat is 15 euro. 50 euro is 50 euro. Dat is 15 euro voor twee, voor zes, je kunt maximum 6 accounts zijn voor 15 euro. Het is 10 euro voor één account, dus ja. Dus ja, het is makkelijk. Ik kan er niet aan, wist. Het is die family dope, man. Dus wat is dat om te doen? Allee, ik denk, u dat spant mij toch weer, hè. Oh, dat is mijn man, PC aan het schieten. Was geen fout, jongen. Zoveel bal. Ja, die D44, daar had ik ook niet veel hulp van. Ja, echt. Ik ga ook wat meer snipers zoiets. Nico, ik hoop hoe veranderen door semi-pro of zo. Ik ben hier aan het winnen. Nee. Dat is hier 2. Sorry, 6 en 0. Die club? Ja. Dat is niet normaal, hè. Dat is leeg aan het draag. Ja. Kom vooral met z'n beetje. Kijk jongen, dat is fout, hè, man. Dus zo is het niet spannend. Kijk, hij flut je niet, hè. Nee. Je flut gewoon in de kamer. Ah, het zijn weer gespot. Die kerel trekt hier aan dat truitje van die speler hier, hè? Lang. Je trekt het veruit. Je trekt het veruit. Ik ben daar ook wel mee. Ik heb nu 3 keer rondgegaan en je 3 keer dat truitje getrokken. Ik krijg je nooit gefooid mee. Normaal, uit 2 keer rechts krijg je zo worst. Ja. Keertje en rechts van boven. Ja, het moet dan de tegenspeler niet. Wat de tegenspeler doet. Tjuntjuntjunt. Ik heb zin in koffie. Een latte macchiato caramel? Ai, mooi. Zeer mooi. Och, wat een goal. 1-3. Het is goed geworden in mijn plaatsbal. Bal ben, kost er nooit niet aan de kerel. In draaien. Dus eigenlijk, ik zou gewoon laten spelen op een halve minuut en ze gescoord. Nog niet precies. Oh,
als je winnen wedstrijd speelt, moet je dat dan niet stimuleren? En winnen is de belangrijkste wedstrijd zelf spelen? Je doet wat je wilt, kun je alles wel simuleren. Maar ik vind dat die simulaties hossen in je nadeel zijn. Kan het al op orde gewonnen, hè? IM4 in je hand. Met die hand bezig. Hoe laat we? IM4 op wereldklasse. Oeh, het gaat hier al echt 2-4 worden. Dat het weer dat niet zo kunnen op wereldklasse. Ja, het is wel zot. Die man doet zelf trucjes. Ooit ga ik dat spelen tegen de midi op de computer. Nee, 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 nee. Doe dat nog een keer. Midi? Hou we hand toch nog vrienden blijven, hè? Wow, levend. Dat is ook een stukje truc dat ik haat, hè. Kun je er zo een bal van achter naar voren geven over heel die verdediging en dat is alleen op het goal, hè, die man. Dat is echt niet te doen. Kun je dat niet verdedigen? Toen moet je dat toch ook, hè? Ja, man, dat is niet zo evident. Computer is eigenlijk beter in. Hier, ik heb drie keer die bal afgepakt van die kerel. Die wel, oh, dat is spelen met de computer en niet op de PlayStation, hè? Ten. Goeie neem. Dus erbij kan op de nog links, kan nog links, het volle snelheid, kom wel. Ik had zelf de plan. Oeh. Kijk, ik krijg er weer foto mee. Ja. Had hij oh, dat die doet? Had mij nog mee. De draaisnelheid was te laag. Je hebt vier, joh. Dus dat die van ons nog niet in stelling stonden, precies. Ja, man. IM4. D-lijn. D30 zegt, ah, oké, dan gaan we door. Allee, mannen, ik wou juist zeggen. Phil Foden, man van de match. Dat is de concurrent van Almada. Die kei, hè? We hebben een transferbudget van 78 miljoen euro. Het is Scorpion kunnen aanstreffen. Laat hem zijn bal iets getreffen. Wat ga ik ermee doen? Oh, dat wrak staat daar. Ja. Kun je niet zijn? Ik ben er straks na het eten in slaap gevallen in de zetel een tukje gedaan. Oh, hier ligt dat weer direct op uw pen, zeg maar. Oh! Dat is een artiest, Nico Heidmoes. Welke? Ja, deze? Ja. Oh ja. Inderdaad. Ja, sorry, muziek staat niet op bij mij. Inderdaad. Had ik wel braaf bij jou, Nico. Er typen zeggen die dat mist, hè. Ik kan dat niet verdragen, hè, weet dat, hè. Maar op sommige momenten kun je wel zien en andere momenten niet. Ja. Dat is de winst van de muziek. Weet dat nooit. Feins. Niet iedereen heeft smaak, hè. Kunnen ze niet verwijten aan Tom. Maar het was omdat hij zelf toen als pelis zou komen. Ja, kun niet met iedereen hier doen, Sander. Nee. Pardon.
Callum Hudson Odoi. Ik ben nou redelijk gemakkelijk in de klussen van alle soorten muziek. Ik ook. Ik ben juist op bepaalde genres die ik niet te lang kan aanhoren. Ja, van min is dat metal. Ja, maar ja, metal is breed, hè. Was metal, hè. Je hebt heel veel metal, hè. Ja, maar dat is zwaarder metal of zo. Oh nee, dat kan ik sowieso wel niet echt heel goed hebben. Maar even, maar. Melodic metal was toch gaat er nog in, man. Ik ben al duffel, ik ben al duffel. Ah, weer deze man. Ik ben een speler kopen, Rodri. Hoe zit die? Twee vonden met de City die gaan brawlen. Ik zit er nog niet uit. Ik ben niet. Microphone muted. Microphone activated. Ik ben er nog niet uit. Disconnected.